For everybody in the Zoom session, we're about to start, so please stand by. Welcome to the Decipher Mini Symposium. And this is going to be a very special symposium. And it's not because we are online and we're from a studio, because I assume that by now you're getting quite used to that. It's not a special symposium because it has been postponed because of COVID-19, because I assume that by now you're used to that as well. It's also not a special symposium because of the content. Because the quality and the content will be just the same as all other symposia. No, this is a special symposium because it is the last Decipher symposium. At least the last one in this incarnation. But that is not what this symposium is going to be about. It will be mentioned, but we are going for content. In its 5 years of existence, Decipher always followed its mission of bottom-up agenda setting and coordination of scientific and applied cybersecurity research and higher education. And today we're going to do just that. The agenda. The agenda consists of two parts. In the morning, we will have an English spoken part, and it's going to be the award ceremony of the Best DCSRP, the Dutch Cybersecurity Research Paper Award. We'll have four presentations. Four presentations by authors of papers that made the shortlist of this coveted but unpronounceable title. Then after the break, we will have two panel discussions on important topics in the field, digital autonomy and lifelong learning. The second half is going to be in Dutch. Before we start, I'd like to give you some household notices. Well, with digital versions, that's always pretty quick. No things about lanyards. I don't have to tell you where the coffee is or where the toilets are. The only thing maybe is, in case of emergency, the emergency exit can be found at the top right of your keyboard. The hashtag, then, for this symposium is hashtag DSIMP. And it will be shown throughout the symposium as well. To open this symposium, to have some wise words to open the symposium, we have found Stan Gielen, who is no stranger to Decipher. Well, no, this, I've got a problem with somebody sharing your screen. So, one moment, please. Could you ask Carla to stop sharing your screen? Carlo, please stop sharing your screen. So we can go over to Stan.
Okay, Stan Gielen, to open, this is live, to open the symposium with some wise words. Stan Gielen, Professor Stan Gielen, is president of the NWO, the Dutch Research Council, which is partner and financier of Decipher. Stan Gielen, would you be so kind to open the symposium? On the 3rd of December 2019, I gave the opening speech of the previous Decipher Symposium in Utrecht. Highlight of that symposium last year was the kickoff of the large cybersecurity call in the framework of the National Research Agenda. This call was funded by NWO and several ministries. And due to the COVID-19 crisis, we decided to delay the deadline for submission of the research proposals, which implies that the call was closed quite recently. We have received many exciting and excellent research proposals, which have been or will be sent to reviewers. And I really look forward to the start of the first research activities in a couple of months, which will give another boost to the Dutch cybersecurity community. In the past 5 years, Decipher has had a remarkable impact on cybersecurity research. Decipher has brought together many stakeholders and has built bridges to these stakeholders, creating an active and creative community from universities, research funder, NWO, industry, ministries. And together, you have built a nice platform where these stakeholders meet and develop plans for the future. Together, you have produced a research agenda focusing on those research topics where Dutch research groups have taken a worldwide leading position, focusing on topics which are important for science, industry, and government. NWO was happy to support Decipher in the past, and we are very happy with the results which have been obtained. But as you know, NWO will withdraw from Decipher. This is not because cybersecurity isn't important anymore to NWO, quite the contrary. But it has everything to do with the role of NWO. NWO is a research funder who selects the best research proposals for funding. And in that role, NWO cannot participate in a community and initiate and develop new research proposals, which are then evaluated by that same NWO. And in our view, the cybersecurity community has grown up to an active community, and then it is appropriate to become independent. Like teenagers who leave their family to start an independent life as an adult person, Decipher now has become independent from NWO as a full-grown, flourishing and independent community. So this is a very appropriate moment to wish the community good luck. And looking backwards, I'm pleased by the excellent collaboration with Decipher in the past. And like a proud parent, I'm very happy about the fact that NWO could contribute to an active grown-up cybersecurity community. And I really look forward to the scientific results and societal impact of the research in the future. Good luck in the new future. Thank you, Stan Gielen. Some nice words, some interesting words as well. I think indeed wise words to start with. Thanks for that introduction. We're now moving to the studio, where with me is, the face of Decipher, let's say that way, Jan-Piet Bartel, here with me at the table. Welcome, Jan-Piet. Thank you, Peter. Just a few questions. I was about to ask you what the DCSRP award is about, but you're going to give a whole introduction, so I'll leave that to the introduction. Let's ask this different question now first. What is Jan-Piet Bartel about? Work-wise or privately? Let's start work-wise, and then we'll slowly wind our way into your hobbies. Jan-Piet was a frequent traveler to The Hague, going there 4 days a week to do my work as director of Decipher. But as of March, I am playing my role as Decipher from my home on the Utrechtse Heuvelrug. So that's very doable too.
But what is very important is to stay connected, to build connections. But I invented that you can also do that through other media, through Zoom and all kinds of other applications. So that's how I spend my work life now at home. And I wonder about your hobbies, because the first time I saw you, I believe, 5 years ago maybe, it was a big football stadium with a huge ball. And are you a football fan, or was that just an opportunity taken? Well, having a matchmaking event in a stadium was very, very nice. That was a very nice application of a stadium to do that kind of things, which was one of the key things that Decipher has in its portfolio. But privately, I'm not a fan of football at all. When I go to get my hair cut, then I get the latest information about video, about football games, but that's where my knowledge is based upon. I skip all these things, so I have other hobbies. Right, but you choose that kind of venue with a deeper thought, which brings me to the next question. We see a rocket here on the table. Yes. What's that for? Oh, yeah. Well, there is a nice story behind that rocket, but you know, I'll tell you later in this event. I'll make sure to ask for it. Ladies and gentlemen, we're going to the first part of the agenda. Jan-Piet Bartel. Okay, this is going to be an interesting session in which we will get presentations about, Peter already said, four different research papers. Together, these papers constitute the Dutch cybersecurity research paper top four. A little bit of history. In 2015, the former public-private Dutch innovation platform on security and privacy introduced an award for the best recent Dutch scientific cybersecurity research paper. The tradition of organizing this contest was taken over by Decipher in 2017. And in 2020, today, the best cybersecurity research paper contest is held for the sixth time. The paper contest is open for recent non-commercial scientific cybersecurity research papers where the main responsibility of the research lies within a Dutch research institute. This year, 2020, we received 10 papers from 6 different universities as a result of a widespread call for nominations. And again, we composed an international jury consisting of 3 well-respected scientists in the cybersecurity field from Germany, Austria, and France. Let me now briefly introduce our honored members of the jury. Professor Anja Lehmann, Hasso Plattner Institute, Potsdam, Germany. She is an expert in cryptography. Dr. Martina Lindorfer, Technical University, Wien. Oh, sorry, there is something. Oh, the order has changed. Professor Davide Balzerotti, Eurocom Graduate School and Research Center, Sofia, Antipolis in France. He is an expert in systems security and in web security. And finally, Dr. Martina Lindorfer. She's from the Technical University Wien in Austria, and she is an expert in systems security. The research paper top four. The jury came together already in March 2020 and selected a top four out of the 10 papers that were received. Papers were ranked in categories like measurements, system security, crypto, etc. From the top four, they also determined which paper deserves the predicate best research paper. The final report of the jury contains the assessment of all these four papers, which you see now on the screen, and the assessment of the winning paper, and a short bio of the members of the jury. Shortly, after this event, after this symposium, the complete report will be made available on the Decipher website.
In previous years, the paper presentation and the announcement of the award-winning paper took place at the annual ICT Open Conference. The COVID-19 outbreak, however, resulted in a cancellation of the 2020 edition of this conference. That is why we have this session today as part of our virtual mini-symposium. The process is as follows. I will, one by one, announce the paper presenters. After each individual presentation, I read a couple of sentences from the jury report related to the paper just presented, without revealing the winner. I give a certificate to the speaker and move on to the next paper presentation. After the last presentation, jury member Martina Lindorfer, who will be there by Zoom, reveals the winner and explains why the jury came to their conclusion. After this announcement, the two Dutch sponsors of the Dutch Cybersecurity Best Paper Research Award, KPN Security and Compumatica, together with me, will present a certificate and a bonus check to the winner. This will happen live in the studio. A couple of things. Paper 1 will be presented using a video connection. Paper 2 and 3 will be presented from live. No, that's right, there is a change. Paper 2 will also presented during Zoom. 3 will be presented live from the studio. The presentation of paper number 4 is videotaped. Each presenter has 12 minutes, and time management will be strict. So, now it's time to announce the first presenter, Stefan Picek, who will talk about CSNNN, reverse engineering of neural networks architectures through electromagnetic side channels. Stefan, the floor is yours. Thank you very much for the nice introduction. Hopefully the sound is of sufficient quality. And let me share the slides. So the topic is CSI neural network, reverse engineering of neural networks architectures through EM side channel. This is the joint work with Leila Batina, Shivam Basin, and Dirman Toyap. What is the idea? What is the point of... So when we discuss about machine learning and security, we see today that security has more and more connections with machine learning. And in fact, machine learning has now been deployed to more and more systems for various applications in the security. And in that setting, we can imagine that many of the machine learning models are actually intellectual property. And companies, owners would like to maintain those models secret, because not only because of their property, but also because if the model would be public, it could be used for further attacks. To that end, we discuss how can we reverse engineer through side channel, through electromagnetic radiation, deep neural networks on embedded devices. And with this, we try to recover the number of layers, number of neurons in every layer, activation functions in every layer, and input weights of each neuron. So just on a big picture, this would be one example of a small neural network with several neurons, several layers, and we will try to reverse engineer every information about that neural network. What do? We consider only side channel information. So the model says the attacker, the evaluator can only listen to the operation of a device. And we do not make any assumptions on the type of inputs for neural networks. The only assumption we made is that the neural network does not have implemented any side channel countermeasures. And unfortunately for real world applications today, this is a reality because we do not know well or good neural network side channel countermeasures. So how do we do it? So here you can see our equipment. We use oscilloscope, we use a target. So there is an electromagnetic probe. There is a pre-amplifier making the signal clearer. And of course, like I said, the oscilloscope where you can see the trace, the measure. We consider different types of targets and we consider different types of side channel analysis. Since this is a very short presentation, I will not explain those techniques, but I will just mention we use something called simple EM analysis and something called differential EM analysis. So first task, how do we identify neurons?
Well, we run simple EM analysis. Here on the picture on the right, you can see some patterns repeating. And in fact, by observing those patterns, we can recognize, well, this is a setup with six neurons because we have six repeating patterns. And that is the first step, very easy way how to discover the number of neurons. Let's go immediately for the second step, how to recover activation functions. Activation functions are very important for neural network performance because they allow various nonlinear mappings. Here, we do a simple timing attack because we noticed every activation function has very distinct timing pattern. So we measure precise timing of activation functions, again, by using EM measurements. And here you could see several different activation functions and their timing characteristics. So ReLU, sigmoid, TanH, and softmax. And you can see the dots, red and blue, are extremely different for different activation functions, which makes it extremely easy for us to differentiate among various activation functions. So that's step two. We have number of neurons, we have activation functions. Let's go for the next step. How do we recover the weights? So every weight of every neuron. Well, we use differential EM analysis. We know the input and we are trying to guess the secret weight. So since we are working with real valued numbers, we assume IEEE 754 format and we make a guess of every possible weight up to two decimal places precision. For the guess where we guess correctly, we get a higher correlation value than for any wrong guess. And this is what you can see on the left and the right figure, where the black line is higher correlation value, that's the correct guess, versus any wrong guess. So already we have step three. Now let's recover the number of neurons and layers together. We apply the same differential EM analysis like before to determine the layer boundaries. How do we do it? Well, we ask a question. If a single neuron represents the boundary of a neuron or not, this is a case with two hypotheses. If we do our experiments, one hypothesis will have higher correlation, and then we know whether a neuron is on the boundary of a layer or not. And then, well, we said, well, we can recover everything, but what does it really mean? So here I show you results for multi-layer perceptron deep learning architecture on ARM Cortex M3. It has four hidden layers. Here I'm just zooming in on one neuron to see how it looks really in reality. And we use the MNIST dataset, which is quite common dataset in a classification process. And the original neural network has accuracy of 98.16%. And what we recovered has the accuracy of 98.15%. So only that small difference because we rounded weights to two decimal places. Let's go to something more complicated, to CNN, convolutional neural networks, and some other datasets, Cypher-10. Here, again, we repeat the experiment. The original accuracy is 78.47%, and what we recovered, 78.11%. So again, we can see with our approach, we can recover not only multilayer perceptrons, but also convolutional neural networks, which are today two quite common architectures to use in machine learning, in deep learning. So just to briefly discuss, what's the impact of this? So why is this important? Well, first of all, because before this work, we kind of did not know how to do such generic attacks. If we wanted to reverse engineer our neural networks with side channel, we needed to use some assumptions, so some kind of special implementation, special architectures. This is very generic. What is more interesting about it, it kind of opens a new direction of work. So this work is already recognized by a number of submissions, but also by including in discussion materials, in materials for courses around the world, like University of Toronto, University of Ben Gurion. Because of this work, there is also a lot of follow-up works that happen. First of all, people started exploring how else can we do attacks on machine learning or neural networks, and for instance, using fault injection. Then how to improve classical model extraction attacks and how to validate methodologies on advanced platforms like FPGAs,
GPUs. To conclude, if we use a simple, well, appropriate combination of SEMA and DEMA techniques, we can recover all sensitive parameters of neural networks. And this actually represents a serious threat to commercial neural network IPs. What is very interesting, our methodology scales linearly with the size of a network. And it's very generic in nature and quite powerful. And especially important to mention, while one could say, well, you could defend against such attack with countermeasures, neural network architectures commonly do not have any countermeasures implemented, which also opens a completely new direction of work where people started thinking more how to protect neural networks against side channel attacks. And with that, I finish my presentation. Thank you. Thank you very much. Now I will give a short summary of the assessment by the jury. This Dutch-Singaporean research is about a novel approach, executing and studying side-channel attacks capable of leaking information about neural networks. The research team used these attacks to reverse engineer neural network architectures. The jury calls the new application of side-channel attacks very interesting, since the protection of deep learning intellectual property is an emerging problem. This research potentially opens new research directions. It was nice to read in your impact slide already some follow-up. This important paper was published at a top security conference. And with that, I would like to present you a certificate from Decipher, which is signed by the members of the jury. Unfortunately, I cannot give it to you in person, but I will mail it to you. Congratulations with this top research paper. Thank you. Then we'll move to the second selecting DCSRP nominee, a paper called Self-Encrypting Deception, Weaknesses in the Encryption of Solid-State Drives. Presenter, member of the research team, is Carlo Meijer from Radboud University. He would be here, but Decipher has two studios, one in The Hague and one in Amersfoort, and Carlo came at the wrong studio. He will be connected through us by Zoom. Carlo, go ahead. One moment, Carlo has to put on his microphone. Video, yes, there he is. Yes, okay. Okay, we'll hear you. Cool. Okay. Am I audible? Yes. Oh, okay. I'm not sure what's going on. We've got audio, but we ain't got any visuals. Okay. I'm very sorry for this tinkering. Visuals are back. Okay. And gone. Your screen is coming up. This looks good. It's my screen coming up. Wow. It's we not... hear you, but we don't see you. I'm not. Yes. I mean, my face is interesting to a certain point, but I would like to share my screen. Yes. Yeah, your screen is still black. Yes, yeah. I realize that. It's just that if only I could do something about it. Can we switch to Sebastian and we try to
Okay. Okay. Let me announce then the third selected ECRCP nominee, Sebastian Osterlund. He will talk about a paper called Riddle, Rogue In-Flight Data Load. Sebastian is here in the studio. Welcome at the table. Thank you very much. Okay, the clicker. Thanks. Okay, should I start with the presentation or? Okay, great. I guess so. Okay, so I'm here to talk about Riddle Rogue In-Flight Data Load. So let's see, this is a collaboration from FUSEX, from Vrije Universiteit Amsterdam, and Saarland. So Georgi Maisuradze is from Saarland. The rest of the authors, Stefan van Schaik, Alyssa Milburn, me, Pietro Frigo, Kaveh Rezavi, Herbert Bos, and Cristiano Giuffrida are from FUSEC, Vrije Universiteit Amsterdam. So let's start with the impact. You might have heard about our research in the media. We got a lot of media attention in spring 2019 when this was released. It's a serious attack on Intel CPUs where an attacker can leak very sensitive information from any other user on the system. So Intel named this MDS, so you might know it under a few different names. As you might know, there's also other research groups that found these similar issues. It has billions of names. We call it Riddle, Rogue In-Flight Data Load, and call the whole class of these attacks a Riddle. So this follows a line of previous of these speculative execution attacks, Meltdown, Spectre, and Foreshadow, that were released in early 2018. And these are like CPU bugs that allow an attacker to leak very sensitive information from a CPU. Like it's a CPU bug, a fault in the hardware. So meet Riddle Rogue In-Flight Data Load, a new class of speculative execution attacks that knows no boundaries. So what we discovered when we found this is these previous attacks like Foreshadow, Meltdown, they leak from so-called caches in the CPU. And what we found, there's a bunch of these other internal buffers in the CPU, like line fill buffers and store buffers, load ports, and so on, that can also be used to leak sensitive information that are not data that's not necessarily in the caches. Well, let me tell you why this is important. So these previous attacks all rely on some kind of knowledge in the attacker of the addressing. So the attacker has to know from which address the attacker wants to leak or some other inside knowledge. Well, Riddle does not really depend on this addressing, this knowledge of addressing. We can leak any in-flight data on the CPU present at all times, which is, as you can imagine, is pretty serious, right? One side effect of this is that it is able to bypass all of the existing defenses deployed against something like Meltdown and Spectre, right? Which is kind of nice, right, for us as attackers. We can get a paper out of it, right? So, well, yeah. And of course, this insight here is, okay, since we don't need to know anything about the address and we can leak any in-flight data, this makes Riddle really hard to mitigate properly. And to this day, it's not really mitigated fully, as far as I know. There's some hot patches suggested by Intel, but it doesn't fix all of the underlying issues. So let's have a look at this attack. Very practical. I'll show you some code. Of course, you don't need to understand this. It's very technical. But just to give you an idea of how simple these kind of things are. So here we see the attack, the code, which consists of roughly three parts, or basically like two major parts. So you have a flush and reload cache attack that we are used to, leak the information out to the actual architectural state, and then we have the Riddle attack, which is a speculative execution attack. So first of all, the flush part of the flush and reload cache attack, which simply flushes the caches so that we can do a kind of timing on data that we access. I'll tell you a bit more about this in a bit. Here is the main Riddle attack, and the main insight here is that if you're in speculative execution, where the CPU speculates on values, so this is not something that really happens like architecturally in the CPU, but it's an optimization developed by Intel where they speculate on values just to make computation more efficient, right? So what you can do in speculative execution is you dereference an invalid memory, like a null pointer here, and in speculation, it will speculate on any value that is available in these internal CPU buffers. And then we can leak this into the caches by dereferencing
one of these probe arrays. It's a known way to do this attack, so Meltdown works in the same way. But the main insight here is that we are able to leak from these internal CPU buffers rather than from the cache. And this code is a bit complicated, right? It has this magic X begin, X end stuff in there. There's no need for this, right? You can also do it with other features, just for the record, people who are listening in on this. Basically, what we then do is, okay, we dereference something in this array using the leaked value from one of these internal buffers, and then we simply are able to time it and see that, okay, that access is fast, so that's the value that was in these buffers. So then you might wonder, okay, which CPUs are affected by RAIL? So what we did is we bought a bunch of these Intel and AMD CPUs from almost every generation since 2008. And of course, it takes up a lot of space. So we went to IKEA and got one of these racks and installed them there. So we have a nice IKEA microarchitectural attack rack. And well, seems to it works on almost every single, well, it works on every single Intel generation. We also tried on some AMD CPUs, there it doesn't work. So in conclusion, we thought Spectre Meltdown was just one mistake. Well, no, we can clearly say that there's a new class, it's a bigger issue, these speculative execution attacks, than we previously thought. There's more buffers than besides the caches that we can leak from. And the interesting part about RAIL is it does not rely on any inherent knowledge about addressing, which makes it really, really hard to mitigate properly, right? So we are able to leak things from across any boundaries, and we are even able to do this from the browser. So if you want some more information, we have a website called mdsattacks.com where you can get a bunch of more information and read the paper. Thank you very much. Thank you. Please stay a while. I will read a few sentences, like I said, from the report of the jury. The Fusek Riddle paper became a highly visible paper presented at leading security conferences with, at the time the jury came together, already 38 citations. Speculative execution attacks are an intriguing new class of attacks revealing dangerous vulnerabilities which are difficult to fix. These type of CPU attacks break any security boundary and raise important questions about current mitigation strategies and disclosure processes. The paper also provides a fundamental study of the underlying problems. With this paper, the Fusek team won the second place in the 2019 Seesaw Applied Research competition, showing this work has strong practical impact as well. Here is the certificate from Decipher. Congratulations. Thank you very much. This is again a top paper. Yeah, thank you very much. I can go on to the last paper from Lucian, but you can also go back. No, because we can't get a connection with Victor. So we're going to Lucian now. We go to Lucian now. The fourth selected DCRP nominee, exploiting correcting codes on the effectiveness of ECC memory against Rowhammer attacks. It will be presented by Lucian Koyokar, and he will mention also his colleagues in his presentation. Probably this presentation was videotaped, but Lucian is connected through Zoom as well. Lucian, the floor is yours. Hello everyone, I'm Lucian, and today we'll discuss about Rowhammer and its impact on server memory. The question we want to answer is, can Rowhammer successfully attack memory that has error correction capabilities? But first, what is Rowhammer? Rowhammer is a class of attacks that exploits a hardware design limitation of the memory. More specifically, a design limitation of DRAM memory. DRAM memory can be found in virtually any electronic device nowadays. Imagine a memory chip. The memory cells are organized in rows and columns and store data as electric charge. For example, a bit of 1 is encoded with a high electric charge, while a bit of 0 is encoded with a low electric charge. The Rowhammer attack involves reading from one set of rows repeatedly over and over again. This hammering of the rows can cause nearby memory cells to leak a tiny bit of electric charge. The leakage can be large enough that the 1 becomes a 0.
We call this a bit flip. But is the change of a single bit enough to worry us? Yes, previous work showed how to exploit computer system with different goals. For example, to elevate privileges, to compromise sandboxes, and even to weaken cryptographic keys. Rohhammer was shown to be working on a plethora of computer systems, desktop, phones, and even against DRAM memory of graphics cards. So all of the previous Rohhammer exploits were on non-server memory. As a result, people assume that server memory is equipped with a good defense against Rohhammer. To investigate this assumption, we introduce ECCploit, the first Rohhammer attack on server memory. But what makes the exploitation of server memory difficult? To answer this question, let's see what makes the server memory so special. Server memory has redundant control bits that increase its reliability. Typically, these bits are stored in a different chip. With the help of the control bits, the memory controller can correct and detect potential errors in data. This is called ECC memory. Now let's see how ECC memory is used by looking at the write and read cycle from the CPU's perspective. First, when the CPU writes the data to memory, the memory controller computes and appends the control bits that we just talked about. These control bits are stored along with the data. For example, here we have 64 bits of data and 8 control bits. Now, when the CPU reads some data, the memory controller fetches the data as well as the corresponding control bits. The memory controller computes another set of control bits over the retrieved data. If the retrieved control bits are equal with the newly computed control bits, then the data is unchanged between the previous write and this read, so no error is detected. Otherwise, if a mismatch, the data was changed. In addition, the computed control bits serve as a basis for error correction if needed. We will get back to this later. But here's the question. Are the redundant control bits enough to detect and correct bit flips caused by Rohhammer? As you saw, 8 control bits protect 64 bits of data. Because of the relatively limited amount of control bits, ECC cannot correct and detect all possible bit flips. In fact, we have bit flips that are undetectable. We also have bit flips that are detectable, among which some of them are correctable. So based on this, couldn't we just flip more bits with Rohhammer so that we can confuse the ECC memory? Well, in our work we show that it is not only difficult to flip several bits at a time, but also the attack may leave obvious traces. Let me explain. There is a high chance of flipping a single bit with Rohhammer. This single bit, however, will always be corrected by any ECC function. Therefore, the single bit flip is not directly exploitable. There is a lower chance to flip 2 bits. Even if this happens, most ECC functions will detect 2 bit flips. Depending on the position of the bit flips, the machine can either correct this bit error, or the machine will crash. Crashing the machine will leave an obvious trace. This is a mere denial of service attack. But can the attacker do better than this? Well, there is even a lower chance to flip 3 bits at the same time. And this is where our attack ECCploit comes into play. We search for these 3 bit flips without causing any 2 bits to flip. We aim to cause errors that are not detected by ECC. We do so by flipping 3 bits at the same time. So now the question is, how do we get from one single bit flip to 3 bit flips? But remember, we want to avoid flipping 2 bits, otherwise the machine may crash. In ECCploit, we have a two-step approach. First, we find single bit flips. We do so by using patterns which guarantee that Rohhammer will flip at most 1 bit at a time. To detect when such a single bit flip occurs, we propose a novel technique based on a timing side channel. There are more details about this
in our paper. In a second step, we select three bit flips that when flipped together cannot be detected or corrected by the ECC. To do this, we have to know the exact ECC function. This allows us to select from the single bit flips from the previous step the right combinations of three bit flips. Unfortunately, in practice, there is little public information about ECC functions implemented in hardware. So in order to find the right combinations, we need to reverse engineer these ECC functions. For this, we made the following observation. The ECC errors reveal the ECC function. So our approach was to explicitly cause ECC errors until we completely recover the ECC function. We propose a technique in which we cause errors with the help of a syringe needle and also with the help of a freezing spray. Let me give you some insights into the fault injection technique that we propose. Again, there are more details about all of this in our paper. Let's recall the read step, where control bits are retrieved from memory along with data. If the computed control bits and the retrieved control bits differ, then an error occurred. For reliability, availability, and serviceability, these errors are saved and exposed to the operating system. For example, when a DRAM module is about to fail, these errors can serve as an indicator for cloud providers to schedule maintenance on the affected machine. We explicitly cause errors on the memory bus between the memory and the CPU, and observe their computed control bits. By the way the math behind the error correction works, once we have observed enough errors, we can reconstruct the complete ECC function. And that's the last piece of our puzzle. This is how we recover the ECC function. Here's our attack in a nutshell. In an offline phase, the attacker recovers the ECC function of a system similar to the one that he or she wants to attack. Moving online, the attacker discovers single bit flips. Then, armed with the ECC function, the attacker combines the single bit flips to cause silent memory corruptions. Only three bit flips are needed, but in a certain position. To not leave a trace, the attacker will avoid flipping two bits at the same time. Finally, ECC exploit runs despite of the ECC memory, similar to how Rowhammer attacks runs on non-server memory. The vulnerable memory chunk is released to the victim in the hope that security-sensitive data is placed in the vulnerable memory region. In this way, bits are flipped, even on ECC memory. So how long does it take to template ECC memory for Rowhammer? We run several experiments with different targets. In one of the experiments, we managed to find three bit flips in 32 minutes. This is in contrast to 1 minute, the time it takes on non-server memory. In another experiment, it took nearly 2 hours to cause undetectable errors versus 5 minutes. To conclude, the error correction memory is only a slowdown for the Rowhammer attack. Relying only on ECC to solve the Rowhammer problem is not enough. Thanks for listening. It's unfortunate that I cannot present in person to answer any questions, but feel free to reach out to me. Thank you, Lucien. The jury's assessment. The paper presents the first Rowhammer attack on error-correcting code ECC memory. The attack resulted from an intense reverse engineering effort, as we just have heard. The common belief was that ECC memory mitigates Rowhammer exploits. Demonstrating that this belief was not sustainable resulted in winning the Best Practical Paper Award at IEEE S&P. The practicality of this research was also shown by uncovering details and vulnerabilities on commodity ECC implementations. The ECC paper was presented at a top security venue, and in no time already 14 citations could be counted. So congratulations with this paper again. Here is the certificate. I will take care that it will be mailed to you by post. Okay, thank you so much, Andy. Thank you very much. And now we go back to... Click back.
Oh, now I have to go back to all this. This is just a reminder for everybody watching. Did you pay attention to the video? Did you pay attention to the slides? Where is the second? Heb ik hem nou gemist? Oh. Ah, daar komt dat. This is. Geloof ik. Dan moet alleen nog de camera opzetten. Carlo is starting up his screen and is trying to call in. Carlo Meijer and his colleague Bernard van Gastel, Radboud University and Open University of the Netherlands. Carlo, are you ready? Ja, ik ben klaar. I'm ready. Carlo, great. Welcome. Hello? We can hear you. Great. Ah, finally. Okay. Nice. PowerPoint. He's now looking at the Zoom session. Yes. So, here we are. Okay. Now we're talking. Go ahead, yes? Carlo. Yeah. Am I ready? Yes. Great. Okay, so this talk is titled Self-Encrypting Deception. It was a collaborative effort with me and Bernd van Gastel, who used to work at Open University, but he's only employed by the Radboud currently. So who am I? I'm a PhD student at Radboud. My research focuses primarily on crypto systems deployed in the wild. And apart from that, I also take on projects at Midnight Blue Labs. Bernard is now recently became an assistant professor at the Radboud as well, and his research is mainly focused on analysis of correctness of systems. So let's start off with the cliche question here: what is a self-encrypting drive? So, like conventional encryption is you have some sort of a plain text, some document that you want to keep secret. You feed that to an encryption algorithm. Along with an encryption key, which is typically derived from a password, and then some gibberish garbled ciphertext is generated, for which you cannot determine the plain text unless you have the key, and that ends up in a storage device. Now, a hardware encryption basically combines all of that into a single unit. So basically, you feed it the plain text and a password, and the drive itself performs all the operations. So you don't have to worry about anything of that. It all ends up encrypted onto the platters. Well, when you boil it down to the core, these things aren't magic. These aren't special. They're just embedded devices with ARM controllers in them. And if you look at a spec sheet, they basically also already reveal that. And given that it's embedded, there's usually also debugging capabilities that are available. So, for example, here there's a JTAG port, and there's another example of this. And before our research, there wasn't really any thorough analysis on the actual security of these drives. So if anything that was available, if you had to go by that, then you certainly had nothing to worry about according to these marketing studies. Many examples of these. So on top of that, BitLocker by default trusts self-encrypting drives. If a drive advertises support for self-encryption, then BitLocker basically relies on it. And turns off its internal software encryption capabilities. So what are the security guarantees of self-encrypting drives? Well, we'll take a theoretical approach here, as you would normally would do as a researcher. So there are three attacker models, and they all involve physical access, because if you have remote access, then the game is pretty much already over. So you have physical access and the PC is on. You have physical access and the PC is off, and the victim is unaware of the physical encounter. Or it's the same situation where the victim is actually aware. And this means, like, we're assuming then that the victim is not going to enter any password or whatsoever. It won't touch the device after it became known that there was a physical encounter between the PC and the attacker. So let's take a look at the first one. In software encryption, this is a terrible weakness. The key is kept in RAM because software encryption needs to have the key in RAM in order to operate.
And so you can extract that key by performing, for example, a cold boot attack or a DMA attack. And in hardware security, is immune in theory because the key is supposedly not kept in RAM. However, it actually is in most implementations in order to support standby mode. And standby mode basically means we're going to turn off the drive. And then when you resume your system, it doesn't ask you for a password to unlock the drive. So that password must be fed to the drive, which means it has been available in RAM all the time. It may be obfuscated, but it has been there all the time. So it has to. It's in order to support this scenario, you have to keep it there. And on top of that, the key is also kept in the storage controller itself, which isn't secure hardware by any standard. And like I showed in the previous slide, there's debugging interfaces on the PCBs usually. Beyond that, the adversary also has the additional possibility of just hot plugging the drive because there's physical access in the first place. So you can just plug it into another computer. And if you do that right, then you don't, the drive doesn't notice that it's been hot plugged. So overall, there's definitely not a benefit of using hardware encryption in this particular scenario. There's probably additional ways for an attacker to go by. And the second scenario is where the victim is unaware of the physical encounter. The physical encounter meaning the attacker has found your laptop and is going to tinker with it. This is a typical evil maid scenario. So your laptop is left unattended. The evil maid comes in, installs some backdoor functionality, and waits for you to enter the secret key into the machine. And once you've done that, then you can just exfiltrate the data or the keys or whatever you want. An example of this is, for example, a hardware keylogger or a backdoor in the bootloader. And overall, self-encrypting drives don't add anything to prevent this. So in terms of security, in terms of vulnerability, everything's pretty much the same. So the final scenario is when you lost your drive or it's stolen, or either, anyway, you're not going to enter a key into the device anymore. In this scenario, software encryption actually provides sound encryption. Given that the implementation is sound. Now you have several tastes of implementations. You can select either of these three: open source, preferably audited software, or proprietary. Proprietary, preferably with public implementation details. For example, BitLocker or Apple File Vault have this. Or you can live on the edge and choose the proprietary black box implementation. Now most people will agree that this is not the optimal solution. But for hardware encryption, this is the only option that you have. And furthermore, these black boxes are extremely hard to audit. And there's even additional pitfalls that apply into hardware encryption alone and not to software. And we'll see that later. So the takeaway message that you should get from this this tiny little analysis here is that security guarantees of hardware encryption as opposed to software encryption are equivalent at best. Which is not what you get from the marketing materials. So with that, I'll take you through some standards for self-encrypting drives. So you have two tastes here. You can have the ATA security feature set, which was originally just designed for just access control. And there's an actual self-encrypting drive standard that's called TCG Opal. So let's have a look at the first. So this originated, the ATA security standard actually originated before the self-encrypting drive era. So encryption is not even mentioned in the standard anywhere. And there's two types of passwords, user and master, and both are user settable. And the initial master password is factory set. And there's this notion of a master password capability, high or max. And max high means both user and master password can unlock the drive. So you can actually access your data with both passwords and if it's set to high. And max means that only user can access the data and master cannot access the actual data, but it can still erase the drive. Now, bottom line, obviously, you should change the master password or set it to maximum. Otherwise, you found yourself in a situation where there's a default password that has that gives you access to all of your data. And in practice, even this is not the full story, but we'll get to that. So TCG Opal is another standard that's used for self-encrypting drives. It's basically the de facto standard. So there's a notion of multiple partitions, which they call locking ranges.
There's multiple passwords, which they call credentials, and the standard mandates that single credential can unlock multiple ranges, and also a single range can be unlocked by multiple credentials. So in database terms, this is many-to-many. And so this means that this, for example, this scheme has to be supported. This scenario has to be supported by TCG OPAL. Furthermore, the standard mandates that you should be able to scramble a single range independently of all the other ranges and without knowledge of all the passwords that that grant access to that particular range. So it shouldn't come as a surprise that hard drive manufacturers make mistakes when implementing this overly complex scheme. Nonetheless, though, it is fully trusted by BitLocker. So some implementation pitfalls that, that are typically in hardware encryption. So the first one, suppose that you have a self-encrypting drive in the middle, a password comes from the host PC, and some encrypted data ends up in the flash. Then how these two are related, the actual encryption key and the password, is unknown. And you don't even have to guarantee that these are related at all. Which means, like, if they are not related, that means that the disk encryption key is actually stored within the drive, and this should be avoided at all times, because then the key doesn't depend on secrets anymore. Now, suppose that you would naively implement the, for example, the OPAL scheme. Then you have multiple passwords that unlock like some ranges. But suppose that you would naively implement it, then you probably take a single key and encrypt that key with all the passwords. And basically that means that cryptographically, only the weakest password allows access to everything. And if statements are there to prevent it, but of course you can do away with those. BitLocker leaves a single range unprotected where the partition table is stored. And thus in that particular scenario, you don't need any password if you were to implement it in this way. Now, there's the ATA standard, which has a user and master password, and there's a particularity in it that you should set the master password capability bit to max in order to stop the master password from accessing your data. But ideally, this would remove the key material that allows access to the disk encryption key. However, you can set it back to high with only the user password. So you should be able to restore that particular data without having access to the actual master password. So in practice, this data is retained. And but if you don't change the actual factory master password, then that's enough in order to access your data. There's a where leveling issue. So that basically means multiple writes to the same logical sector trigger writes to different physical sectors. So if you do that for password or key material, then that basically means you set a password and you overwrite the unprotected DEK, like the disk encryption key that's in there from the factory with an encrypted variant. But due to where leveling, the unprotected variant may still be there after it's being overwritten because it's being written to a different physical sector, and you may be able to recover the original plaintext variant from the actual flash. There's other pitfalls that I won't go through right now because of lack of time, but those are still relevant if you want to fully assess hardware crypto. Now the results. So these models in the table on the right, they were all released between 2014 and 2018 from different form factors. So clearly those don't make a huge difference in terms of impact. And most of them, as you can see, have severe weaknesses. And best case scenario, security guarantees are equivalent to that of software full disk encryption. In the worst case, the confidentiality relies on an if statement. And basically, all you have to do is to manipulate the firmware so that it grants you access. BitLocker delegating trust to these drives amplifies the issue even further, because like most people, like there will be a huge slew of people who aren't even aware that they're using hardware encryption. Furthermore, TCG OPAL is terrible in the sense that it's vastly over-engineered. There's like so many features that nobody will ever see use that nobody will probably use. And security goals are furthermore not really clear. There's no reference implementation. So implementation is not even part of the compliance test.
Furthermore, you should realize that this very fancy feature set isn't even superior to software encryption in terms of security. So yeah, there's definitely structural changes needed. The timeline. So first we found the first discovery in the Crucial MX-100. And after we went on researching, we made some attempts with contacting vendors, and we disclosed everything to Samsung in The Hague in April 2018, and also to Micron, but that wasn't a physical encounter. And we published a draft paper in November 2018, and vendors responded by publishing firmware updates. There was a talk at CCC in 2018. And also in that same month, there was a disclosure to SanDisk. There was a discovery of SanDisk models who also were vulnerable to certain attacks. The final paper was published in May 2019. And in October 2019, Microsoft had decided to push an update in where they no longer trust hardware encryption by default. At SIEEE Security and Privacy in 2019, we revealed a bunch of CVEs. And the Western Digital responded by thanking us for the coordinated disclosure process. And they even, and they point their users to firmware updates at this particular URL. Thank you. Thank you, Carlo. The jury's assessment, this paper about serious security issues in SSD encryption was presented at a top security venue and received considerable attention in the media. The vulnerabilities discovered are mainly due to the bad design and implementation of the self-encrypting devices. This relatively small team of two researchers has proven in a relatively short period of time to be able to dive deep into SSD encryption. They disclosed a significant weakness in a high technical knowledge effort by using reverse engineering of the firmware. The real-world impact of this paper is high. 60% of SSDs are affected. This represents a large number of devices. Thank you very much, Carlo. The certificate, again, will be mailed to you. And great work. Also, compliments to Bernard. And now we have seen the presentations of four top papers. Now it's about time to do the proclamation of the winner. I will not do that myself. Hopefully, Martina is connected through Zoom from Vienna, and hopefully she can say a few words about the winning paper. Martina, are you there? Okay, I'm here, yeah. Great. Yeah, it's my honor to present the winner of this year's award on behalf of the jury. We had excellent submissions, and it was hard to decide, mainly also due to the diversity of topics. This year, based on the excellent submissions, we decided to honor the top four instead of the top three. But among these top four, there was one paper that clearly stood out in terms of scientific contribution and real-world impact. So it was hard for the other three papers to compete for the top spot. We have excellent runner-ups, but the winning paper can be called the pinnacle of WUSEC's research on CPU attacks. They discovered a new class of attacks and also raised interesting and important questions around the responsible disclosure process. Since in this case, it was very frustrating and very long, and we should need to do better as a community. And also Intel gave them a really hard time along this disclosure process with a very, very lengthy embargo. So in short, the jury selected a Riddle Rogue in-flight data load as the winner of this year's Decipher DCSRP award. And congratulations to Stefan van Schaik, Alyssa Milburn, Sebastian Österlund, Pietro Frigo, Georgi Masuwache, Kavi Wasabi, Herbert Bose, and Cristiano Giurfrida. Thank you. And Sebastian is here. So now we will have the official ceremony. So Sebastian, please come forward. And it's my pleasure also to introduce Peter van Schaik and Michel van Oorschot.
So you will not only receive a certificate from me, but you will also receive a bonus check. Yeah. So first of all, congratulations. Thank you very much. Winning the Best Paper Award. And secondly, a surprise. Perfect. There you are. Nice. Congratulations. Thank you very much. Thank you very much. Very happy to get this award. Great award. Yeah, thank you very much. Enjoy being here today to be able to present today. I don't know if I have anything more to say here, but great. Thank you very much to the jury, the sponsors. Yep, thanks. I think 1,000 euro is enough to buy another IKEA rack. I think so too, yeah, right? Yeah, I think so. Maybe two. Okay, thank you very much. And before I give the microphone back to you, Peter, I would like to also to send a message, to read a message from Wim Hafkamp. Wim is the chair of the Decipher Advisory Council. He is unable to attend in person, but he has a special message also for the winner and for all who were present in the contest. Dear friends of cybersecurity research, Carl Sagan, a famous astrophysicist, once said, "Somewhere, something incredible is waiting to be known." Carl's words exactly describe what, in essence, researchers do, searching for the unknown, day in, day out. And yes, this is also very true for cybersecurity research activities. Cybersecurity researchers from all over the world are searching for yet unknown vulnerabilities, for new and better detection or prevention techniques, for aspects that negatively or positively impact our cybersecurity behavior. As a former CISO, I can say that cybersecurity research and innovation-related activities were the most exciting parts of my role, as they focus on new insights in the search for new and better resilience measures. I'm very proud that Dutch cybersecurity research in the Netherlands is of a high-level quality. Many papers are read abroad, and the authors are a welcome guest at international conferences. As of today, we can add some new results to this growing list. My compliments for the winner of the Best Cybersecurity Research Paper Award and for all the nominated researchers. I wish us all for 2021 and the years after incredible new insights in the unknowns. Signed by Willem Hafkamp. Beautiful words, and I would like to join Willem in thanking Sebastian. Excellent talks, sobering results, I have to say. Some of the results are kind of scary. Thanks, Sebastian and team. Thanks, Jan-Piet. We are going to do the break. After the break, we will have two panel discussions in Dutch on vital issues. The first is digital autonomy, and the second is lifelong learning. Don't shy away from the fact that it's Dutch. Dutch is basically the same as English, except for the sound. So just stay in. We're going to move to the break. We'll have a 25 minutes break. We'll be back at 15:35. See you after the break.
Welkom terug bij deel 2 van het Decipher mini-symposium, het gedeelte dat in het Nederlands gaat. Voor de pauze hebben we de uitreiking van de DCSRP Award mogen meemaken. En na de pauze gaan we gelijk verder met twee relevante onderwerpen. En daarvoor gaan wij twee paneldiscussies houden. En het eerste relevante onderwerp waar wij het over gaan hebben is gelijk digitale autonomie. Digitale autonomie. Toen ik het onderwerp voor het eerst hoorde, dacht ik dus zelf aan zelfrijdende auto's. En op mijn aanraden is er dan ook een kleine definitie neergezet van wat dat dan eigenlijk is, digitale autonomie. En die definitie wil ik eventjes voorhouden en ik zal hem ook meelezen. Digitale autonomie betekent het beschikken over middelen en mogelijkheden om autonoom te beslissen over zaken die belangrijk zijn voor de soevereiniteit. Ja, en dan weet je eigenlijk nog steeds niks, hè? Maar ik moet erbij zeggen, we hebben de definitie bewust een beetje vaag, laten we zeggen, opengehouden ter discussie. Zodat de sprekers vanuit verschillende invalshoeken dit onderwerp kunnen benaderen. We gaan 4 sprekers toelaten. Eentje zit er in de studio, 3 bellen in via Zoom. En we gaan het als volgt doen. De 4 sprekers hebben 4 pitches. Korte presentaties waarin zij uitleggen wat hun visie over dit onderwerp is. Het begint ook met de definitie van het geheel. Daarna gaan de sprekers op elkaar reageren en tenslotte is er ruimte voor vragen. Die vragen kunt u invoeren in YouTube, in de chatfunctie. Die worden hier achter de schermen verwerkt. En geneer je ook niet. Sommige vragen zullen misschien later beantwoord worden. Dat geeft niks. De beste vragen worden eruit gefilterd en die gaan we hier aan het panel stellen. De 4 panelisten zijn Lokke Moerel, Paul Timmers, Marcel Botlender en Maarten Botlender. Ik wist dat ik jullie door elkaar ging halen. En Marcel van Oorschot. Ik had het al aangekondigd. Nou, Marcel en een Maarten in een panel. Nou, dan hebben we die vast gehad. Wat wij dus gaan doen is eerst het fundament leggen eigenlijk. En het fundament is door Lokke en Paul min of meer in elkaar gezet. En daarom zou ik allereerst willen vragen of Lokke aanwezig is in de chat. In de Zoom-sessie. Door elkaar ging halen. En Marcel van Oorschot. Ik had het al aangekondigd. Marcel en een Maarten in een panel. Nou, dan hebben we die vast gehad. Wat wij dus gaan doen is eerst... het fundament leggen eigenlijk. En het fundament ik hoor is dat je er bent. Ik hoor ook mezelf praten van een paar minuten geleden. Lokke Moerel is senior of counsel bij advocatenkantoor Morrison & Furster. Professor of global ICT law op de Tilburg University. Lid van de Cybersecurity Raad. En zij gaat beginnen, de aftrap feitelijk geven, vanuit het perspectief vanuit fundamenteel nationaal beleidskader. Lokke, ga je gang. Lokke, heb jij je audio aan? We zitten nog even met de audioverbinding. Ik hoor jullie mij, want ik ben op unmute. Ik hoor je. Oké, hartstikke goed. De aankondiging is geweest. Ik zou zeggen, steek van wal. Hebben jullie de slides te zien of niet? Ja. Maar ik heb een presentatie mogen zetten. Ja, we zien hem. Zien jullie de presentatie of niet? We zien de presentatie. Als je hem nou even in presentatiemodus zet, dan hebben wij 1 slide in beeld en kunnen wij heerlijk meegenieten. Nog even wisselen waarschijnlijk van scherm. We zien nu je... Gaat dit zo goed? Ja, ik zie alleen wel je volgende... Ja, nu is die goed. Ja, helemaal goed. Er zit blijkbaar een vertraging in. Nou, leuk om hier te zijn. Het is duidelijk dat de Europese leiders bezorgd zijn over onze afhankelijkheden van de Amerikaanse en Chinese technologie. En dat het aanleiding is om eens te kijken, wat is nou tech sovereignty? Wat is digital sovereignty, data sovereignty? En we beginnen met gewoon het begrip soevereiniteit. Want dat is een politieke term en er is niet echt een definitie. Maar het gaat allemaal over territorialiteit, over jurisdictie, over ons grondgebied, over de bevolking. En het heeft 2 aspecten. Het is extern, de legitimiteit.
legitimiteit en de erkenning van onze staat door vreemde staten, dus de externe legitimiteit en interne legitimiteit, de erkenning van burgers van de staat, hè, het vertrouwen in onze rechtsstaat. Nou, wat is dan digitale soevereiniteit? Dat is de digitale component ervan. En de definitie is al gegeven, maar het is vermogen om zelf te kunnen beslissen. En niet alleen te beslissen, maar dan ook te controleren, te handelen. Wat betreft het gebruik en de inrichting van onze digitale infrastructuur, alle daarmee gegenereerde data, maar ook de werkprocessen die erbij horen. He, als software ontwikkeld wordt in Amerika of in China en wij kunnen alleen maar op een bepaalde manier onze overheid doen, dat is ook iets waar we dan beducht voor zijn. En dat is niet alleen voor zover het relevant is voor nu, he, op dit moment, maar echt op de langere termijn dat we onze economie, maatschappij en democratie kunnen runnen zoals wij denken dat we dat willen doen. Nou, waarom is iedereen zo bezorgd? Ik ga de onderdelen kort langs. Is ontzettende cyberdreigingen. En daar wil ik niet te veel tijd aan besteden. Maar als vreemde mogendheden onze kritische infrastructuur infiltreren en onze waterkeringen kunnen bedienen, dan kan je je voorstellen dat de oude soevereiniteit van het grondgebied en de digitale soevereiniteit erg dicht bij elkaar komen. Nou, onze topsectoren worden leeggetrokken wat betreft hun intellectuele eigendom. Als dat maar doorgaat, dan heeft dat op de lange termijn echt een impact op ons concurrerend vermogen. En dat is ook niet goed. Nou, dan heb je digitale afpersing. Dat vindt niemand leuk. Dan hebben we misinformatie en fake news op de social media, waardoor verkiezingen kunnen worden beïnvloed. De Brexit-vote wordt beïnvloed. En dat ziet op onze interne legitimiteit. De burgers moeten vertrouwen in kunnen hebben dat die democratische rechtsstaat goed gerund wordt en dat we daar zelf in controle zijn. Maar ook bijvoorbeeld kritische functies zoals bijvoorbeeld onze rechtbanken. Als die geïnfiltreerd worden en niet meer in controle zijn, dan neemt het vertrouwen van de burger in die rechtsstaat af. En dat gebeurt. Een voorbeeldje in Duitsland. Het Hoge Rechtshof voor alle terrorismezaken en zware criminaliteit was geïnfiltreerd door Russische groepen die steeds gesponsord waren. Nou, je kan je voorstellen dat dat dan enorme oproer veroorzaakt. Nou, iedereen zal ook wel gezien hebben dat er intussen ook een tech cold war aan de gang is. En dat die echt de supremiteit van wie de baas is in de wereld gevochten wordt op het slagveld van de digitale technologieën. En dat gaat inmiddels ook over de apps en de data. He, in de krant heeft wel gestaan dat TikTok in Amerika verboden is. En dat heeft ermee te maken, en trouwens nog meer apps en ook in India, heeft te maken mee dat 500 miljoen Amerikanen TikTok gebruiken en dat die data bij de Chinezen in de cloud staat en toegankelijk zijn voor de Chinese overheid. Dat is in strijd met de nationale veiligheid en de digital sovereignty of the US, hè, zegt Trump. Maar dit gaat echt best ver en ik wil één plaatje even laten zien wat net in augustus aangekondigd is in 2020 door Pompeo. Die Amerikanen streven naar wat zij nu een clean network noemen. Hè? En dat betekent een clean telco-netwerk, geen Chinese leveranciers. Een clean store, geen Chinese apps in de app stores. Een clean cloud, alle data van Amerikaanse burgers, maar ook bijvoorbeeld de COVID-research, IP, geen Chinese cloud. Clean cable, schone kabels, geen aftappen door Chinese autoriteiten. En dat is best interessant als je bedenkt dat alle kabels die vanuit hier lopen, afgetapt worden door de Amerikaanse intelligence services. Ik hoop dat als je dit ziet, je ook afvraagt, god, waar gaat dit nou naartoe en waar ligt echt een goed evenwicht? Bij sommige dingen is best wat voor te stellen, maar wij zijn dan van twee kanten afhankelijk. Nou, derde is toch de dominante posities van Big Tech. Onze overheid besteedt veel uit. En de diensten die dan aangeboden worden en ook de cybersecurity die erbij hoort van de clouddiensten van de Big Tech, ja, die zijn zo superieur dat er elke keer eigenlijk daar toch voor gekozen wordt en dat het nu ook cloud first is voor de overheid. We zien dat die hyperscalers zo krachtig zijn dat ze hun eigen standaarden kunnen voeren, waardoor je heel moeilijke interoperabiliteit hebt en ook niet makkelijk meer van de ene naar de andere leverancier
overstapt. En ik hoop dat je ziet dat als gevolg daarvan we in die verticale hyperscalers iedereen zijn data heeft, maar dat het moeilijker wordt voor ons om dan onderling bepaalde dataspaces te maken waarin je data samenvoegt en de vereiste schaal krijgt om artificial intelligence goed te trainen bijvoorbeeld. Nou, inmiddels staat bijna alle data van Europa in de Amerikaanse clouds en daar heeft de Amerikaanse overheid ook toegang toe. En dat voor de persoonsgegevens vindt het Europese Hof dat niet goed genoeg. En daarom die SWEM-zaak waar jullie misschien wel van gehoord hebben. Nou, tot slot, die big tech hebben zoveel geld. Die zijn als een stofzuiger en die stofzuiger alle kleine innovaties op. Ook al is het nog net niks. En op die manier wordt het moeilijk om onze eigen start-up community goed te voeden. Nou, is inmiddels wel een goede reality check en dat kwam toch door dat coronavirus en de afhankelijkheden die we daarvan zagen in de global supply chain. En al bij de start van de nieuwe commissie was duidelijk dat een van de kerndoelstellingen is de mastery and ownership of key technologies in Europe. En, nou komt het voor research, volgende zin. Let us pool our resources, our money, our research capacity and our knowledge. Ze willen echt de boel bij elkaar gaan vegen om zo nog een deuk in een pakje boter te slaan. Elk land alleen gaat dit niet lukken om hier nog echt verschil te gaan maken. En bij de kick-off door Angela Merkel van het voorzitterschap van Duitsland van de commissie zie je ook als eerste doel technological and data sovereignty. En ik hoop dat jullie zien dat dit een totale U-turn is. Eerst was het Europa de grote champion van de vrije markteconomie. Voor research was dat onze data, dat should be open to the whole world. En nu zien we ineens onze eigen data en technological sovereignty als belangrijkste punt. En een van de projecten die daar vol gepusht gaat worden door Duitsland, is het Gaia-X project. En dat is, Europa onderkent dat we niet meer onze eigen Europese hyperscaler, verticale grootmacht gaan maken, maar dat we moeten samenwerken om dit te kunnen doen. Dus de bedoeling is dat er standaarden komen, waardoor alle cloud providers aan elkaar gekoppeld kunnen worden, zodat we op die manier schaal kunnen bereiken. En ook op die manier data bij elkaar kunnen brengen in dataspaces, waardoor AI-innovatie kan worden gevoed. Dit project gaat, denk ik, met alle macht van Duitsland en Frankrijk gepusht worden. Nou, ik denk dat het zonder meer tijd is voor strategische beslissingen. En laten we even naar Nederland kijken, bijvoorbeeld op het cloudgebied. We hebben geen cloudstrategie, helemaal niet. De overheid besteedt regelmatig, brengt ze projecten in de cloud. En als we iets hebben, dan is het een cloudbeleid, wat niet verplicht is. Maar wat dan probeert de afhankelijkheden in dat specifieke cloudproject zo goed mogelijk te managen. En dat lukt niet overal. En dan zegt ze, ja, het is zo goede kwaliteit, zo goede service, laten we het toch maar doen. Maar de bottom line is dat met elk project wat we op die manier in de cloud brengen, en als we nooit dat samenvoegen en goed over nadenken, de tragedy of the commons, elke beslissing in het individuele geval is volstrekt begrijpelijk, maar zo kunnen we nooit uiteindelijk zelf iets goeds opbouwen. Voor AI is innovatie is ongelooflijke rekenkracht nodig. Daarvoor heb je, dat kan je eigenlijk alleen doen met een cloud-infrastructuur. En dat zou echt een prioriteit moeten zijn. Dat zie ik met dat Gaia-X. Maar als ik dan kijk naar onze betrokkenheid daarbij als Nederland, dan is dat erg mager. TNO heeft aangekondigd aan de randen wat we gaan doen. Maar bij de echte standaardsetting zie ik gewoon niet dat wij betrokken zijn. Nou, als ik naar dit plaatje kijk en die totale landshift van wat er gebeurt ook in Europa, dan zie ik als Cybersecurity Raad, en daar hebben we het ook over gehad, dat we eigenlijk geen goed beeld hebben van de huidige en ook de toekomstige kritische technologieën, wat we dan denken nodig te hebben en aan welke knoppen we kunnen draaien om daar iets van autonomie te hebben. En dan is echt de vraag op welke elementen gaan wij dan focussen? Want we kunnen duidelijk niet alles doen. Waar zijn we sterk in? Welke passen in de Europese agenda, zodat we echt bijdragen aan het grotere geheel waar wij ook benefit van hebben? En hoe passen we dat in onze topsectoren waar we toch als Nederland echt van moeten hebben?
En dat zullen we proactief moeten doen. Als je alles denkt te doen, doe je niks. En als we over onze eigen schaduwen heen durven te stappen en daar echt een programma kunnen neerleggen, dan denk ik ook dat je kan uitrekenen wat dat kost. En dan kan je naar de politiek zeggen, joh, dit is wat we nodig hebben om echt een deuk in een pakje boter te slaan. Als we dat niet doen en iedereen voor zijn eigen dingetje blijft rennen, zal je zien dat de politiek zelf gaat beslissen hoeveel geld ze daarvoor over hebben. En mijn voorspelling is dat dat niet het bedrag is waar wij op hopen en ook niet wat nodig is om dit goed te doen. Dus dit is het voor mij als kick-off en dan gaan we nu naar Paul. Dankjewel, Lokke. En we gaan dan gelijk door naar Paul. Dus Paul, want jij hebt voorbereid met Lokke en jij gaat verder waar Lokke gestopt is, begrijp ik. Inderdaad. Ga je gang. Ik pak hem even op en ik probeer screensharing in gang te zetten. Kondig ik je ondertussen even aan. Professor, Universiteit van Oxford, European University Cyprus. En het perspectief vanuit het Europese beleidskader. Aansluiting op wat Lokke zei. Ga je gang, Paul. Ja, jullie zien mijn scherm? De slide? Ja, en de volgende slide. Goed, ik ga eventjes verder op dat verhaal. Eventjes heel kort. Laat ik even kijken of ik naar de volgende slide kan gaan. Inderdaad, hè, er zit al die druk op soevereiniteit. Het is in Brussel een beetje een gekkenhuis, kan je wel zeggen. Ik zit zelf nogal erg in Brussel. Ik heb ook een achtergrond als directeur bij de Europese Commissie. En op dit moment is er geen zichzelf respecterende denktank of politicus die niet over soevereiniteit en strategische autonomie spreekt. Vanmiddag, op dit moment dat wij spreken, is Charles Michel, de president van de Europese Raad, erover aan het spreken. Naar verluidt in de conclusies van de Europese Raad, die nu binnenkort gehouden gaat worden, komt strategische autonomie uitgebreid aan bod. We zitten nog te wachten tot iemand ons vertelt dat toen Mozes van de berg kwam, hij het al over strategische autonomie en soevereiniteit had. Hoe dan ook, de drukfactoren zijn duidelijk. En als je spreekt over soevereiniteit, als dat het doel is, dan is strategische autonomie een middel om dat te bereiken. En er zijn eigenlijk drie manieren om dat voor elkaar te krijgen, die strategische autonomie. Dus die middelen die je nodig hebt, de capaciteit die je nodig hebt om autonoom beslissingen te kunnen nemen over waar het echt belangrijk is voor je economische toekomst, voor je maatschappij en voor je democratie. Zoals Lokke aangaf. Je kunt risicomanagement doen, hè? Dat is best effort, state of the art, proberen het zo goed mogelijk te doen. En dat is eigenlijk wat we tot nu toe gedaan hebben. In alle bereiken, dat is de typische Europese benadering in GDPR, bijvoorbeeld in de NIS-richtlijn, waar ik nog iets over zal zeggen. Maar er zit natuurlijk wel een probleempje als je alleen maar uitgaat van risicomanagement. Dan moet je de risico's zo goed mogelijk in de gaten houden. En dat kan naar een surveillance staat leiden. Wie doet allemaal wat eng is voor onze netwerken en voor onze kritische infrastructuren. En het kan ook zijn, daar wordt veel over gespeculeerd, dat het een keertje heel erg misgaat. En wie neemt er dan politieke verantwoordelijkheid voor? Dus een alternatief is niet risicomanagement, maar strategische partnerships. Je werkt alleen met de partijen die je echt vertrouwt, de like-minded parties. En Europa ligt daar natuurlijk in voor de hand. Maar je zou kunnen denken, Nederland met van oudsher wel bekende partners, zoals de Verenigde Staten en UK, om daarmee samen te werken. En dat wordt vaak gecomplementeerd met strategische afhankelijkheid, strategic interdependency. Dus dat je met de niet-like-minded partijen toch een begrip hebt dat je complementair zaken levert. En dat is typisch iets wat we hebben met China. En omdat die strategic interdependency die er nu bestaat met China tussen en de VS niet gewaardeerd wordt in de VS althans, zie je dus ook de ontkoppeling, het opbreken van die strategic interdependency en de US gaat zijn eigen weg. De derde manier om je strategic autonomy te garanderen is global common good. Je zegt, nou, dit gaat toch eigenlijk ook over zaken die voor iedereens belang zijn en we vervolgen die gemeenschappelijk en dat kan allemaal ondersteund worden door gemeenschappelijke normen en waarden die je bijvoorbeeld in de UN afspreekt. Dus om eventjes te illustreren, risk management, de NIS directive, de NIB-richtlijn in Nederland bekend, die gaat daar typisch vanuit, best effort, en die is overigens aan een update nodig. En gewoon om een gedachte mee te geven, denk eens over na wat dat zou betekenen, die update, als je die vanuit soevereiniteitsperspectief bekijkt. De GDPR gaat ook over een best effort eigenlijk, GDPR voor data protection.
de Global Common Good, het meeste wat we tot nu toe hebben gedaan in Europese R&D, was eigenlijk onder de aanname, dit is goed voor iedereen. En we hebben een heel open programma. Nou, mijn voorspelling is dat Horizon Europe, de vervolging van de Horizon 2020, niet meer zo open zal zijn. Dat we van Global Common Good benadering daar naar een strategic partnership benadering gaan. Dat we in 5G gaan we nu al van een open benadering, weer een globale benadering, naar de fragmentatie van 5G, naar strategic partnership. En in Internet of Things hetzelfde kan gebeuren. Nog niet in het domeinnaamsysteem, alhoewel het daar ook boven hangt. En een echte strategic partnership benadering zie je bijvoorbeeld in de Foreign Direct Investment Regulation. Wij bepalen met onze like-minded partners in Europa, de landen in Europa, wat voor een soort investeringen en overnames er in Europa mogen gebeuren. Nu, een reality check. Lokke gaf het al min of meer aan. Hè. Het gaat niet over self-sufficiency, dat is gewoon irreëel. Hè. Het gaat niet over om alles alleen te doen, maar wel op kritische gebieden met de juiste partijen samen te werken, of misschien het maar als een risico te beschouwen, of het wellicht naar het globale niveau te tillen. Nou, als je gaat vragen aan mensen van, oké, we willen strategic partnerships doen, hè. Laten we die benadering kiezen, we werken met onze vriendjes samen, hoeveel gaat dat dan kosten? Nou, niemand die er een fatsoenlijk idee van heeft. En als je het rijtje afgaat van wat we dan allemaal zouden moeten doen, 5G, artificial intelligence, Internet of Things, quantum computing, en ga maar zo door. Nou, onbetaalbaar. Daar kun je wel van uitgaan. Dus er moeten verstandige keuzes gemaakt worden. Aan de andere kant kun je zeggen, sovereignty is ook een soort van legitimering van een exclusieve benadering, want het wordt best wel geaccepteerd, dat sovereignty argument. Wat Lokke net eigenlijk ook al aangaf met bijvoorbeeld Gaia-X en dergelijke. Het is niet echt contested. En zoals gezegd, strategic partnerships die komen dan samen met een meer strategische afhankelijkheid van andere partijen. En dat is het buzzword helemaal in Brussel op dit moment. Dat is open strategic autonomy. Persoonlijk denk ik dat we te weinig de global common good benadering benadrukken. In feite is dat de benadering die veel interessanter is voor global business. En paradoxaal genoeg, als je een aantal dingen wereldwijd deelt, hoef je minder te investeren in je eigen soevereiniteit, want het wordt gemeenschappelijk verzorgd. Dus je hebt eigenlijk een betere soevereiniteit. En wie weet is het zelfs beter voor de mensheid. Laatste slide dan eventjes. Een paar suggesties voor een onderzoeksagenda. Dus laat ik me even weer baseren op die drie benaderingen, van risicomanagement benadering voor soevereiniteit en strategische autonomie, strategic partnerships of global common goods. In risk management is het heel interessant om te kijken naar de rol van artificial intelligence. En vooral artificial intelligence is onderdeel van cybersecurity. Want we gaan in feite een stukje autonomie overdragen naar een stuk software wat we echt nodig hebben. Omdat die cyberincidents met zo'n hoge snelheid zich ontwikkelen. Maar we nemen daar een zeker risico in. Is dat acceptabel? En wat voor een risicomanagement is goed genoeg voor Europa, maar ook voor Nederland? En dus we hebben impact metrics nodig en we hebben een political risk management nodig. Dit is een, denk ik, gevoelensfresse voor politieke wetenschappers en economen om hierop in te gaan. Strategic partnerships. We moeten denken aan nieuwe architecturen die beveiligde platformen combineren met niet beveiligde elementen. Hè? Dus bijvoorbeeld voor 6G willen we niet weer opnieuw in die situatie terechtkomen dat we een onbeveiligde omgeving hebben die niet acceptabel is, maar voor een deel moet het toch ook een open omgeving blijven die misschien niet volledig controleerbaar is. Wat zijn de strategieën en de projecten waar we like-mindedness en de Europese benadering dan wereldwijd kunnen maken? Hè, zoals we dat met GDPR misschien proberen, AI en ethics. En die vraag nogmaals, hoeveel gaat het kosten? En tenslotte in global common goods, we moeten denken aan nieuwe combinaties van technologie en governance. Wat we momenteel hebben werkt niet. Zelfs ICANN, als een voorbeeld van een global common good voor de domeinnaamsysteem, is omstreden. We moeten zeker beter deelnemen in global standardization, zodat niet de industrie kan weglopen met standaards en misschien zelfs onder controle van vreemde overheden standaards neerzetten die uiteindelijk niet te vertrouwen zijn. Open source voor security en Internet of Things en ook voor next generation telecoms. Hè. Je hebt het Open RAN debat bijvoorbeeld. En gedistribueerde security controle in industrie 4.0, gezondheid en andere systemen. Kan dat ons helpen om een global common good te realiseren die voor iedereen voldoende vertrouwen geeft? Dat zijn alleen maar een paar richtingen voor research. Dus laat ik hier stoppen met wat research ideetjes. Dank je. Dank je wel, Paul. De volgende
pitch komt van Maarten Botlender. Die zou ik ook heel graag eventjes op het scherm willen hebben. Terwijl ik hem aankondig. Maarten, General Manager, Philips Security Technologies. Die geeft ons het perspectief vanuit een multinationale onderneming. Ik begrijp dat het... Ik begrijp dat we met de slides eventjes... kunnen we Maarten in de studio krijgen? Anders. Het perspectief van een onderneming. Wij denken natuurlijk met name gewoon na over de markt. Ja? Over producten leveren aan onze klanten. En dan zie je eigenlijk dat wel een beetje benoemd wordt in de eerdere gesprekken. Hè? Van ja, die tech-dominantie. Gebruikt wordt om die vrije markt allemaal op te knippen in allemaal stukjes waar je eigenlijk niet zomaar buiten kan komen. Hè? De walled gardens. Horen jullie mij nog? Ik hoor je weer. En die walled gardens gaan wij straks zeker op terugkomen. Ja. Ik wou jou, dat zou ik graag, als je gaat nadenken over digitale autonomie, neem vooral die markt mee. Het is niet de verbinding, het is mijn computer helaas. Merk mee. Nou, jij wilde starten zelf met een filmpje, begrijp ik. En die hebben we hier staan. Ja. Dus de vraag of inspoelen. Terwijl Maarten langs. The anniversary of the platform unification directives. For years they have given us their songs, their labor, their dreams. In exchange, we have taken our tribute. Our profits, our control. This power is ours and ours alone. We shall prevail. Daar had ik een paar jaar geleden nooit gedacht dat ik een filmpje over Fortnite zelf zou laten zien. Je ziet hier een spelletje wat niet meer uitgebracht kan worden. Ik denk dat je, als je misschien je beeld uitzet, het geluid wel uit kan komen. Dan nemen wij wel een studio. Zullen we dat eens even proberen? Ja. Ja, dat moest van jullie aan, hè? Zo. Het is een spelletje wat voor een gedeelte van de samenleving gewoon niet meer te spelen valt. En dat heeft een Amerikaans bedrijf besloten vanwege een of andere beslissing. Maar niemand in Europa kan daar wat aan doen. Horen jullie mij nog? Ja, dit gaat heel goed. Oké, niemand in Europa kan daar wat aan doen. En nou, dit is een spelletje voor mensen, als je 15 bent, is dit helemaal het einde van de wereld. Maar denk maar eens na, als de Nederlandse overheid de DigiD-app naar Nederlanders wil distribueren, dan heeft ze diezelfde permissie in principe nodig. Ja? En ook als Philips zijn apps wil distribueren aan haar klanten, dan hebben wij diezelfde permissie nodig. En je ziet dus dat daar een stuk vrijheid verloren is gegaan. Het is niet meer mogelijk om zonder tussenkomst van zo'n techgigant de klant te bereiken. Het is een tussenpartij geworden. En dat heeft nogal een invloed. Nou, daarnaast is het zo dat je dus nu ziet dat die verschillende landen, zoals Amerika, maar nu ook in Europa, gaan nadenken over digitale autonomie. En nou, niet onterecht, hè. Zoals gezegd, dat is een redelijke regel om naar te kijken.
En die gaan er allemaal eigen oplossingen voor verzinnen en eigen voorwaarden aan stellen. Nou, als je nou als bedrijf, als Philips, dat aan 80 landen in de wereld op dit moment bijvoorbeeld ventilatoren voor in het ziekenhuis wil leveren, als je dan voor al die 80 landen net iets andere varianten moet bouwen, ja, dan wordt dat allemaal heel erg duur. Ja, dan ben je volledig je schaalgrootte kwijt. En dan is eigenlijk, ja, heeft het geen voordeel meer om een multinational te zijn. Dan krijg je de balkanisering van het internet. Ja, dus dat gaat gewoon, ja, geld kosten. Hè. En de ziekenhuizen hebben het op dit moment al niet zo breed. Dus die zitten er niet op te wachten dat al hun producten duurder worden. Dus aan de ene kant heb je, zeg maar, die volledig legitieme reden van: we willen digitale autonomie, we willen een vrije markt. Aan de andere kant wil je wel dat je, zeg maar, kosteneffectief aan verschillende landen kan blijven leveren. Nou, je kunt zeggen, laten we alle security weg. Ja, maar als je te veel vrijheid hebt, ja, dan krijg je juist weer inderdaad dat al die security zwaktes onafgedekt zijn. Dus het is een heel moeilijk probleem voor een multinational om naar te kijken. En we kunnen alleen maar zeggen van, ja, ga daar veel nadruk op leggen ook. Ook als vanuit research. Maar blijf niet alleen in de technologie hangen. Want er zijn al heel veel technologische bouwblokken. Zeg maar Lego-steentjes. Belangrijk is dat die Lego-steentjes in een heel gebouw worden neergezet. Hoe gaat nou, zeg maar, onze samenleving in geheel met onze security om? En dan is het natuurlijk heel goed als ik een bepaalde harddisk-encryptie heb, bijvoorbeeld, die je niet zomaar gebroken kan worden. Dat is toch wel een voorwaarde. Want als je er dwars doorheen gaat, nou ja, dan is de rest een luchtkasteel. Maar aan de andere kant, oké, in welke omgeving zit die dan? En laat ik dan toch eindigen met de App Store. In de App Store zeggen ze: als jij een app op een platform uitbrengt, dan checkt de App Store hoe veilig dat die app is. En als die onveilig is, als het een hacker-app is, dan wordt die geweerd. Nou, dat is een volstrekt legitieme reden. Aan de andere kant zie je dat dus de macht om een app te weren van een platform ook gebruikt wordt als commercieel wapen. Nou, daar kun je het misschien als overheid en wat minder mee eens zijn. Kunnen wij niet wat doen aan die architectuur van die app stores? Ja, de check of een app veilig is of niet, is misschien eigenlijk meer een overheidstaak dan een commerciële taak. Ja, uiteindelijk gaat het om de bescherming van je burgers. En misschien moet je die check of een app veilig is wel ontkoppelen van de check of iets in een app store staat. Dat zijn twee losse functies die nu verweven zijn op dit moment. En ja, wellicht is dat niet de architectuur van de maatschappij zoals wij willen hebben. Nou, dus dat soort research, daar zou ik ook graag aandacht voor zien. Heel mooi, dankjewel. Dankjewel Maarten. En je was luid en duidelijk. We konden je gezicht er niet bij zien, maar de stem was helder. We lopen iets achter in de tijd, maar het is wel waanzinnig interessant. En ik vraag me af of je daar nog iets aan toe kan voegen, Marcel. We hebben hier in de studio, dat is ook wel eens leuk voor de verandering, Marcel van Oorschot van KPN Security, live in de studio, die het perspectief van een nationale onderneming en niet zomaar een nationale onderneming onder de loep neemt. Als jij nou de voorgaande verhalen hoort, herken je deze geluiden? Ja, ik herken heel veel. En ik denk dat ik er ook nog iets aan toe kan voegen. Want het is volgens mij, het is een mega interessante materie. Ik weet niet of iemand de uitspraak van Mark Zuckerberg van vannacht heeft gezien. Waarin, Mark Zuckerberg heeft vannacht gezegd, even samengevat, als het me in Europa niet zint, dan krijgen jullie geen toegang meer tot mijn applicaties. Oh, die, ja. Die is heel interessant natuurlijk als je naar deze materie kijkt. Want ja, we kunnen allerlei regels hebben, maar ja, er zijn natuurlijk ook bedrijven die geowned worden door iemand. En die kan er ook iets van vinden. Ja. En ik probeer in mijn pitch nou iets over de historie neer te zetten ook nog. Nou, je hebt al een heel mooi voorbeeld neergezet. Ik zou zeggen, kom maar op met de pitch. Ik heb een klikker voor je en dan kun je gelijk los. Ja, als jij, of ja, ik zal zelf klikken. Dat is, ik gok. Ergens. Die kant op richten zou ik. Ja,
Want volgens mij kunnen we ook nog een hele hoop leren van het verleden. Want waar staan we vandaag en hoe komen we daar? En ik denk dat als ik kijk, Lokke en Paul hebben het al aangegeven, wij hadden ooit Tulip Computers in Nederland. Onze eigen computerbouwer. En Paul roept in zijn pitch, hè, en iets wat Trump wil is van ja, we gaan terug naar een clean Amerikaans internet. Hè, of een clean Amerikaans area. Dat wil ik best geloven. Maar het gros van die spullen wordt helemaal niet in Amerika gebouwd. Die zitten vol met Chinese componenten. Sterker nog, de iPhones die worden gewoon daar gebouwd. Dus de vraag is hoe realistisch een uitspraak van Trump daarin is. En of je dat echt vandaag nog kan als land. He, wij hadden ooit Tulip Computers. Wij hadden ooit Fokker als vliegtuigbouwer. Maar we hadden ook ooit DAF. DAF, ja. He, wij bouwden hier, we hadden niet alleen DAF hadden er meer, maar DAF was een prominent. We hadden hier een eigen automobielindustrie en die zijn allemaal weg. En de vraag is denk ik die essentieel is om, als je vooruitkijkt naar het probleem om het op te lossen, waarom zijn ze weg? He, ze zijn niet zomaar weg en ik denk dat dat heel veel te maken heeft met, en Maarten raakte dat al, het heeft te maken met klanten, bedrijven, klanten willen iets in de markt. Maar het heeft ook te maken met globalisering en snelheid. En bij globalisering en snelheid hoort iets wat we volgens mij met z'n vieren onderkennen. En dat is wel de kost van innovatie. Hoeveel kost het om iets te ontwikkelen in een snelheid die de markt, en in het geval van Maarten en van mijzelf, nationale of internationale klanten van ons verlangen. En als wij als KPN zelf bijvoorbeeld 5G moeten ontwikkelen en dan nog veilig ook, dan komen we daar wel ooit. Maar dan zijn we natuurlijk al lang achterhaald door de markt. Dus volgens mij kunnen we iets leren van het verleden. En moeten we ook kijken naar de toekomst. Want het is niet kansloos. Maar er zijn wel een paar dingen die we even moeten oplossen. Eén, zullen we één Europa moeten maken. En Europa is niet één Europa. Europa is één verzameling van landen. Dan zullen we echt heel veel beter moeten gaan samenwerken. En mijn simpele metafoor is, wij zijn in Europa echt nog niet in staat om het stopcontact te standaardiseren. En zo werkt het nog steeds. De stekker, hij doet het ongeveer, maar de stekker in Nederland is niet dezelfde stekker als in België. Je kunt een probleem hebben met je computer en je randaden. Dus wij kunnen heel fijn praten over één Europa, maar we zullen dan echt één Europa moeten worden. Als ik kijk naar Nederland, dan denk ik dat we als Nederland best goed voorgesorteerd staan op het vlak van kennis die we hebben. We hebben met ASML hebben we een fantastisch exemplaar van een nationaal bedrijf. Hè, wat internationaal een ontzettend grote allure heeft. Maar we bouwen ook ondertussen de Lightyear One. Een technologie die we onder controle hebben. Dus er zijn kansen. We hebben heel veel kennis. Maar ja, dan moeten we daar slimme dingen mee gaan doen. En dat betekent dat we als Nederlandse overheid en als Nederlands bedrijfsleven moeten investeren. We zullen ook ervoor moeten zorgen dat de wetgeving waar wij met z'n allen aan moeten doen, voldoen, misschien soms ook ten faveur van het eigen land wordt ingezet, wat ze bijvoorbeeld in Duitsland en in Frankrijk veel beter doen. We moeten vanuit een research agenda heel goed communiceren en niet alleen onderling, maar ook denk ik de grote bedrijven omarmen en het niet zien als boze vijand. He, van een klein clubje research moet gewoon met de grote partijen praten en samen kom je verder. Ja, en als laatste, en dan sluit ik mijn verhaal af, het is wel een haal- en een brengplicht. He, we kunnen als Nederland iets halen, maar moeten ook iets brengen. En ik denk dat de balans daarin zoeken, in het halen en het brengen, een hele belangrijke is. Dus het is niet kansloos, we moeten leren van het verleden, maar we moeten wel een paar dingen goed oplossen en er is serieus geld mee gemoet. Dankjewel. Dat is inderdaad een uitbreiding. En bedankt ook voor het geschiedenislesje, mogelijk ook de toekomst in. Misschien was iemand ze vergeten, maar... ja. Nee, we hebben de tijd om even op elkaar te reageren. Ik zie wel veel dezelfde statements ongeveer. Ik zou nog even het rondje willen maken en bij Lokke beginnen. En dan eigenlijk reageren op die laatste stukjes die we hebben. Want ik hoor, we hebben veel gehad, maar een land als Nederland is niet snel genoeg. Wat vind jij daarvan? Nou, het is zo'n
het probleem waar we nu voor staan, en dat heb ik ook geprobeerd, hè, de oorzaken zijn zo verschillend. We hebben gewoon een aantal techpartijen met een enorme machtspositie. En het normale recht reageert daarop door regels te stellen op oneerlijke voorwaarden voor consumenten. Hè? Nou, dat voldoen ze niet aan. De privacy schendingen, dat moet beter afgedwongen worden. De competition laws die reguleren als je oneerlijke voorwaarden stelt. En het hele feit dat Facebook in staat is te zeggen, joh, nou, dan komen we toch niet naar Europa, geeft aan wat hun machtspositie is. Elk ander bedrijf zou dat niet een reële keuze zijn, hè? Omdat dat zo'n grote markt is. Dus we zullen daar vol op moeten inzetten en dan zullen echt dingen wel verbeteren. Maar nogmaals, ik denk om te voorkomen dat je al die walled gardens hebt en dat je een soort protectionisme krijgt wat Amerika nu toch denkt, hè, waar je eigenlijk teruggaat naar de walled gardens in plaats van een wederzijdse afhankelijkheid die in evenwicht is. Daar zitten wij gewoon tussen. Het is in die strijd. En om daar mee te praten, zul je zelf meer moeten brengen en zullen we beter moeten samenwerken. En ik denk dat, dat is mijn boodschap, dat het is geen business as usual voor de researchagenda op dit gebied. Dat is toch mijn belangrijkste. En als we doorgaan met al die verschillende potjes en dat de potjes in al, nou ja, ik denk dat we gewoon een plan moeten maken met een industrieagenda erachter. En ja, dat vergt meer samenwerking en groter kijken en denken. En niet alleen maar een cloudbeleid maken op per project. Ja, het is zo achterhaald dat ik niet weet waar ik moet beginnen met uitleggen dat dat geen goed idee is. Nou zei jij, Paul, maar dat is onbetaalbaar. Hoe rijm je dat dan met elkaar? Ja, ik vond die opmerking en dat voorbeeld van Maarten wel interessant van die App Store die je op een andere manier zou kunnen inrichten. Dat is een stukje technologie wat je het anders organiseert en een stukje beheer wat je anders organiseert. En dan zou je meer gericht eruit kunnen halen waar wil je nou controle hebben op en waar niet. Nou, dit is een heel bekend en oud dilemma, of eigenlijk niet een dilemma, maar een balans tussen technologie en governance. Veel mensen kennen waarschijnlijk wel het boek van Lawrence Lessig, Code is Law. En dus wat Lawrence Lessig eigenlijk zei in het jaar 2000, de manier waarop het internet is ingericht, code, bepaalt de manier waarop we onze beheer doen van het internet, de regels daaromheen. En tegenwoordig is de balans, de pijl gaat ook de andere richting uit. De manier waarop we het beheer willen doen, kan, en dus onze regels, kan vertaald worden in technologie. Als we maar de juiste technologie ontwikkelen. Dus wat wij moeten zeggen is, daar op die punten willen wij controle houden. Veel meer gericht dan dat hele brede debat, hè, over al die dingen waarop we autonomie moeten hebben. Dat is gewoon onzin. Dat werkt van geen kant. Je moet zeggen, specifiek waarop wil je dan controle hebben. Dat betekent technologische inrichting en regels die daar rondomheen zitten. Hè, van wat is het dan waar je controle op wil hebben? Dus cybersecurity, ik denk dat we daar een heel eind kunnen komen. 6G, ik denk dat we daar een heel eind kunnen komen. AI, nou, dat is gewoon een grote wilde westen. Hè. Daar wordt nog helemaal geen structurering aan gegeven. Het wordt hoog tijd dat gebeurt. En dan heb je nog al die andere gebieden. Hè. Dus bijvoorbeeld materiaalautonomie, health-autonomie, energieautonomie, om maar te noemen, een paar te noemen, die staan ook allemaal op de agenda. Dus ik denk dat als we, en dit is ook echt iets voor onderzoekers hoor, om die balans goed uit te vinden tussen governance en technologie in de interesse van soevereiniteit of eigenlijk in de interesse van burgers, wat die aan waarde en welvaart willen hebben. Dan vraag ik even aan Maarten. Jij had het over de balkanisering van het internet. En als ik dan zojuist Paul hoor praten, werkt dat niet juist de balkanisering in de hand? Ja, wellicht wel. Dan heb je een goed punt. Ik denk wel dat wat hij net zegt, is denk ik wel waar nog meer aandacht aan gegeven wordt. Researchers die niet alleen naar de technologie kijken en zeg maar aan anderen overlaten hoe die technologie ingezet wordt, maar die technologie in een breder governance plaatje neerzetten en ook opties voor governance genereren, zoals ik net deed bij die App Store. Klein voorbeeldje, daar zijn er nog heel veel meer van te noemen, voor die opties. Want je kunt niet verwachten, zeg maar, van de heren Brussel, dat zij die combinatie tussen governance en technologie, dat zij daar alle mogelijkheden gaan
gaan uitvinden, wel dat ze uiteindelijk keuzes maken van hoe willen wij Europa inrichten. Dus ik denk dat daar een taak ligt. En ja, een van de criteria waar je dan, als je uiteindelijk opties gaat kiezen, bij moet aansluiten, is van hoe voorkomen we fragmentering van de markt? Want dat is niet goed voor niemand. Hoe voorkom ik fragmentering terwijl ik toch de governance structuur krijg die zeg maar past bij hoe wij Europa willen zien? Ja, je verwacht het al, Marcel. Jij bent aan de beurt om, en aangezien we tegen het eind van de tijd zitten, jij bent aan de beurt om het definitieve antwoord zo'n beetje te geven. Een beetje het definitieve antwoord. Ik kijk ondertussen even of er vragen binnen zijn gekomen via YouTube. Ja, volgens mij heb je genoeg om op te reageren. Ja, nou, wat Paul zegt is heel interessant als het bijvoorbeeld gaat over AI. Want ik denk dat voor heel veel dingen in het cyberdomein wel de oplossing is. Maar dan komen we natuurlijk wel terug naar de vraag en ik denk naar het grotere probleem. Ja, wie is dan eigenaar van die software? En als dat standaard software is die in Nederland wordt ontwikkeld of van een heel hoog niveau en dan structureel wordt verkocht aan techreuzen, ja, dan hebben we uiteindelijk toch wel een heel groot probleem. Want dan wordt onze cybersecurity aan die kant geowned door de grote techmannen. En volgens mij is dat niet wat we willen. Daarmee gaat het ook volgens mij terug dat we zullen als land en dus als Europa ook op een aantal fronten wat stelling moeten nemen. Van ja, sommige dingen verkopen we dus niet. En ik denk dat wat Maarten van Philips is overkomen de afgelopen maanden, dat er door in Amerika terug wordt gepakt op wetgeving die zegt, jongens, het is prima dat jullie hier apparaten bouwen, maar die gaan even het land niet uit, want we hebben ze eerst zelf nodig. Ja, ook daar zijn ze heel sterk in. En ik zie nog steeds grote versnipperdheid in Europa op dat domein. Een soort ja, landenvorming of silovorming. En dat zullen we echt moeten doorbreken. Even, ik vind het leuk dat, je, ja, dat het hier gaat over even doorbreken. Maar het valt me ook op dat, ik hoor wel iedereen in dezelfde hoek zitten. Maar we hebben het over slimme dingen. We hebben het over een oplossingen, of juiste oplossingen verzinnen. Wie moet die slimme dingen gaan bedenken? Wie moet die juiste oplossingen gaan verzinnen? Ja, ik denk dat als ik kijk terug naar het verleden ook, hè, en ik heb een paar voorbeelden aangehaald, maar als je kijkt vanuit een Nederlands perspectief, hè, we zijn de grondlegger geweest van de CD, we zijn de grondlegger geweest van Bluetooth, hè, allemaal dingen die in Nederland zijn uitgevonden. Veel recenter volgens mij nog het COVID-19 vaccin. Hebben wij dat ook uitgevonden? Oh, vaccin. Ja, vaccin. Hè, ik bedoel, hè, daar wordt in Leiden heel hard aangewerkt, onder andere ondertussen door een internationaal gekocht bedrijf, maar dat heeft wel een Nederlandse oorsprong. Dus de kennis hebben we. Ik denk alleen dat we zorgvuldiger met die kennis om moeten gaan en het niet structureel in de uitverkoop moeten zetten. Niet structureel in de uitverkoop. Nee. Dat vind ik wel een mooi punt. We zijn bijna bij het eind gekomen en ik kwam er net achter dat de YouTube-chat een probleem heeft. Dus al die vragen die kunnen... Mooi plaatje. Die kunnen niet gesteld worden. Ik wou nog eventjes zelf een backup vraag erin gooien. Voor jullie allemaal. Eén ding om te noemen. Wat is op dit moment de grootste bedreiging van onze digitale autonomie? Lokke. Lokke is verdwenen. Ah. Nou nee, ik ben er wel. Maar het begint toch met... Ik denk dat het met de cloudstructuur te maken heeft. We zullen toch een eigen omgeving moeten creëren waar we in control zijn. En dat maakt ook dat de data daarin zit. Dat maakt dat je meer innovatie met AI kan doen. Dat maakt dat je... De manier waarop het nu gaat is dat ze steeds, omdat ze zo goed contact met die klanten hebben, ook zo goed zien wat er allemaal nodig is, nog weer mooiere viertjes maken, allerlei analyse tools die al in de cloud oplossingen zitten. Ze komen nu fantastisch homomorphic encryption, waardoor data niet, als het afgetapt wordt over de kabels, dat de overheid, de Amerikaanse overheid er niks mee kan, maar zij wel toch de data-analyses kunnen blijven doen. Nou ja, dat zijn innovaties. Als dat, en iedereen denkt, ja, dat is hartstikke goed, want dan kan ik door blijven geven, want dan heb ik geen probleem met Schrems 2. Wat ik wil zeggen is dat dat zo doorgaat dat die en steeds meer lock-in komt, omdat er niet meer tegen op de box is. Dus als we daar niet iets zelf tegenover stellen, is het denk ik dat het heel lastig is. Dus vandaar dat ik zo doorga over dat Gaia-X.
Ik ga je even afbreken, want de tijd is op. En ik wil de anderen ook nog even in één woord vragen wat de grootste dreiging is waar we iets aan kunnen doen. Dankjewel, Lokke. Paul? Voor mij zit het hier in ons hoofd. Namelijk de perceptie van soevereiniteit. Nu denken we dat soevereiniteit, Europese soevereiniteit, een win-lose is. Ik wil een argument maken dat Europese soevereiniteit een triple win is. Het versterkt de nationale soevereiniteit. Het versterkt wat we hebben als essentiële middelen in Europa, echte assets. Denk aan .eu. Het versterkt onze externe legitimiteit, want als Europa staan we sterker. Dus ik denk dat we in die verandering zitten, maar we moeten wel dat uit ons hoofd krijgen, dat oude idee over soevereiniteit. Mooi, mooi, mooi. Dankjewel. Maarten? Ik denk dat ontwikkelingen zo snel zijn gegaan dat de intuïtie bij de beleidsmakers erg achterloopt en dat het nog steeds enorm onderschat wordt. Knowledge is power, power is wealth. Jullie hebben wel mooie afsluiters allemaal. Kijk of jij er nog overheen kan, Marcel. Tenslotte. Dat lukt bijna niet, maar ik zoek hem ook wel in de hoek waar Maarten en Paul zitten. Het gaat volgens mij over perceptie en begrip van een hele hoop mensen over, ja, waar praten we nu eigenlijk over? Dat is volgens mij een hele belangrijke om dit opgelost te krijgen. Ja. Dankjewel. Waar praten we nu eigenlijk over? En als ik dit zo hoor, dan wordt dit vervolgd. Is het ook heel druk, staat het hoog op de agenda. Ik wil deze panelleden van harte bedanken voor hun inbrengst. Dank jullie wel, alle vier. Wij gaan door naar het volgende panel. En het volgende panel gaat over het volgende onderwerp. Terwijl Marcel probeert zo zachtjes mogelijk weg te gaan, kondig ik het alvast aan. Wij leven in een snel veranderende samenleving. Dat hebben we net ook al gehoord. Het gaat razendsnel. En je hoort wel eens op het moment dat je opleiding begint, weet je eigenlijk nog niet wat je later gaat worden, want die baan bestaat nog niet. En op het moment dat je aan een baan begint, weet je ook niet waar je carrière over 5 jaar zal zijn. Want dat gaat heel snel. Vooral in cybersecurity. Nou, het volgende onderwerp, verbonden met de onderwijsagenda, de NCSIE, de National Cybersecurity Educative Agenda, gaat hier precies hierover. Een leven lang leren. We beginnen wederom, als ik de klikker even ga pakken, ga ik gewoon doen. We beginnen wederom met een definitie. Wat bedoelen wij met leven lang leren? Het staat voor het volgen van cybersecurity hoger onderwijs, in onze context althans, naast de professionele loopbaan. Dus omscholing, bijscholing van werkende of werkzoekende volwassenen met aansluiting op de arbeidsmarkt in de cybersecurity sector als doel. Blijven leren. Vertel het niet aan je puber. Dat moeten we gewoon de hele tijd blijven doen. En niet alleen belangrijk voor de werknemers om een baan te kunnen hebben, maar ook heel belangrijk voor de werkgevers en de organisaties en de economie in het algemeen. Want goed geschoolde mensen zijn schaars. We hebben een panel van 3 mensen om ook dit onderwerp vanuit 3 verschillende invalshoeken te bekijken. En dat panel bestaat uit Inge Bryan, Jos Griffioen en Tineke Netelenbos. En net als bij het vorige panel geldt, als u vragen heeft en de YouTube-functie doet het, voer ze in. En anders moet ik een beetje proberen te channelen wat voor vragen er leven en komen we er ook wel uit. Ik wil beginnen bij de eerste panelist, Inge Bryan van Deloitte Cyber Risk Services. Inge gaat het perspectief geven van de business community. En de business community heeft gewoon heel hard getrainde experts nodig. Inge, ben jij? Ja, daar zie ik je. Welkom in de studio, of nou ja, welkom thuis eigenlijk, Inge. En ik zou je willen vragen, in het kader van de tijd ook, steek van wal. Hoe zit dat met dat leven lang leren, volgens jou? Dankjewel, Peter. Allereerst, ik kijk graag naar dingen niet zozeer in discontinuïteiten, maar in continuïteiten. En je gaf net als voorbeeld, als jongeren nu aan een opleiding beginnen, dan weten ze niet in wat voor, of bestaat misschien nu nog niet het beroep dat ze later gaan bekleden. Maar om heel eerlijk te zijn, dat geldt voor mij ook. Ik heb geschiedenis gestudeerd en een cybersecurity praktijk leiden, dat bestond toen nog niet. Dus ik vind dat, om heel eerlijk te zijn, daar moeten we niet te hard voor schrikken. Ik denk dat het evident is dat je in de fase in je leven waarin je je blootstelt aan, waarin je onderwerpt aan het hogere brein, je leert daar per definitie dingen die over 10 jaar er anders uitzien. Sterker nog, ik denk dat je die tijd moet zien als een tijd waarin je wordt volgepropt met theoretische kennis.
die je maar in beperkte mate kan toepassen. Maar de kern is dat je met name leert om te leren. En dat je leert om te schakelen tussen een hoog abstract niveau en uitvoering. Dat je leert om te schakelen tussen theorie en de toepassing daarvan in de praktijk. En dat is nu niet anders dan 30 jaar geleden of 100 jaar geleden, hoop ik tenminste. En dat zie ik ook dagelijks terug. Wij nemen veel, wij nemen veel jongeren in die net echt vers uit de schoolbanken komen bij Deloitte. En dat zien we als volgt. Allereerst, we hebben geen functieprofielen, omdat inderdaad die cybersecurity markt, en niet alleen cybersecurity, ik denk ook andere vakgebieden, zo snel verandert, dat wij gewoon letterlijk geen functieomschrijving hebben. Ik vond het trouwens een grote bevrijding toen ik uit de overheid overstapte. Maar dat betekent dat wij dus echt kijken naar wat zijn iemands vaardigheden. Wij zoeken nadrukkelijk een T-profiel, dus heel veel weten over technologie in algemene zin en over één specifieke vakgebied heel veel weten. Dat is een T-profiel. Maar wij zoeken met name naar mensen die bereid zijn te leren en van elkaar te leren. En ik denk dat wij als werkgever ook de verantwoordelijkheid hebben om die omgeving te bieden om dat leren voor te zetten. En een leven lang leren zie ik helemaal niet in de formele termen als een bepaald curriculum gevolgd hebben. Ook als voorbeeld werd ook genoemd, bijvoorbeeld certificering, PE-punten halen, dat soort dingen. Ik heb daar niet zoveel mee. Uiteraard is het op sommige terreinen belangrijk. Maar bij ons komen mensen om te leren hoe je een inschatting maakt en een oplossing bouwt. Letterlijk, misschien al een beetje te veel gebruikt voorbeeld, maar toen ze bij Maersk een probleem hadden in de haven, zijn 5 collega's daarvan van mij daarheen gereden. Die hadden geen idee wat ze aan gingen treffen. Ze kwamen bij een beveiligingsloge waar het licht het niet eens deed en waar iemand handmatig de hefboom omhoog moest doen. Letterlijk niets meer deed. Er is geen enkele opleiding die iemand daarop voorbereidt. Het enige wat je denk ik kan doen is door een werkomgeving te bieden die divers is en waar afwisseling in zit. Daar zie ik overigens wel een probleem. Hè. Dat maakt dat sommige werkgevers het moeilijker vinden om langere tijd iemand vast te houden. Ik denk dat dat ook het doel niet meer moet zijn. Wij bouwen met elkaar aan een hele goede pool van cybersecurity kundigen door ze ook makkelijk van de ene werkgever naar de andere te laten stromen. Dat moet ook. Want je moet gewoon op verschillende terreinen ervaring opdoen. En dat is het belangrijkste leren wat je volgens mij in dit vakgebied moet willen doen. Daar zit nog iets in. In een onbekende omgeving stappen. En daar oplossingen, of daar zeg maar snel inschatten wat er aan de hand is en tot een constructieve oplossing te komen. Dat is vaak iets in ieder geval waarvan ik nu niet zie dat dat iets is wat mensen kunnen als ze net uit de schoolbanken komen. En dat is ook niet erg. En soms is het niet eens technisch uitdagend en dat maakt dat het zo leuk is om mensen uit andere vakgebieden erbij te halen. Wij zijn vorig jaar begonnen met het werven van psychologen. Dat is gewoon belangrijk, omdat je uiteindelijk wil komen met een oplossing die werkbaar is voor de omgeving waar je in terechtkomt. Ik realiseer me, ik moet even op de tijd letten. Ik kan hier oeverloos over doorpraten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik heb als achtergrond gekozen een scène uit Star Wars. Dat is namelijk de eindstrijd op Exegol voor de liefhebbers. Dat is aan het einde van een saga van 9 films. Die ieder minimaal 2 uur duren. Dus als marathon zeer aan te raden. Ik doe dat ieder jaar met mijn puber zoon. De eindstrijd op Exegol gaat echt over de eindstrijd van goed en kwaad. En mooi is dat daar de grootste veteranen en de slechterikken, die al 1000 jaar slechterikken zijn en steeds maar reïncarneren, die komen daar bij elkaar. En die strijden daar met elkaar en uiteindelijk. Nee, ik ga niet zeggen hoe het afloopt, want dan kijken jullie misschien niet meer. Maar waar het om gaat is dat je altijd je komt in situaties terecht waar echt geen enkele opleiding je op kan voorbereiden. En dat hoeft niet zo erg te zijn als de eindstrijd op Exegol. Maar de kern is dat we elkaar meenemen in de mindset die ervoor nodig is om dat soort situaties adequaat, in dat soort situaties adequaat te kunnen handelen. En ik denk dat het ook belangrijk is om elkaar te leren dat je dat samen doet. Er is niemand die zoiets alleen oplost. Dat is ook een beetje de. Het natuurlijk aan het einde, en Star Wars eindigt het ook mee. Het is natuurlijk een heel grote op elkaars talenten leunen feest. Dus daar wil ik mee afsluiten. Dankjewel. Een extra call afgesloten. En fijn dat je dat je geen spoiler alerts gaf, hoewel ik vermoed dat de meeste kijkers het wel weten. Maar nee, we houden het stil. Dankjewel. Ik wou naar Jos Griffioen gaan.
Ben jij? Ja, je bent er. Jos Griffioen, Leiden University. Jij gaat het perspectief geven vanuit hoger onderwijs. Maar eerst even de vraag. Je hoort dit van Inge. Wat is je eerste reactie? Nou, ik werd blij van de opmerking leren om te leren. Want dat is wat wij precies doen met onze studenten. En ik denk dat Inge dat wel weet, want er zit ook een heel aantal van onze studenten bij Deloitte. Ik zeg altijd van, ja, alle parate theoretische kennis hebben ze vaak niet. Maar ze zoeken het dan wel op als ze het echt nodig hebben. Maar ze moeten vooral geleerd worden om onderzoek te doen. Het probleem te ontdekken. Interessant punt. Daar kom ik dan later nog wel terug met vragen over het curriculum. Of misschien ga je dat gelijk wel beantwoorden. Want jij hebt ook 5 minuten de tijd om alles te spuien wat je ervan vindt. Jos, ga je gang. Ja, dank je. 5 minuten de tijd. En ik ga het natuurlijk meer bekijken vanuit de rol die het hoger onderwijs hierbij kan en wil spelen. En eigenlijk heel actueel. Een week geleden hebben de Vereniging van Universiteiten, de Vereniging van Hogescholen en de MBO-raad een rapport aangeboden aan minister Koolmees. En dat rapport heet Een leven lang ontwikkelen. En in dat rapport pleiten ze voor een ander soort ecosysteem ten aanzien van leren in onze samenleving. Waarin ze eigenlijk ook zeggen van ja, we zouden eigenlijk veel meer de rechten ook van de Nederlander, individuele Nederlander, ten aanzien van het leren in zijn leven moeten waarborgen. En een stukje bekostigd onderwijs ook. En dat inregelen door middel van recht op. En daarmee ook doorscholing en bijscholing en omscholing mogelijk te maken. En daarbij geven ze aan dat dan ook de bal bij hun ligt, of bij ons ligt eigenlijk. Hè? Dat wij ook beter ons onderwijsaanbod daarop moeten afstemmen. En dat zijn we dan ook van plan, of sterker nog, dat zijn we al heel hard mee bezig. Om ervoor te zorgen dat steeds meer mensen ook in hun lopende leven eigenlijk door kunnen gaan studeren. Een van de dingen, de reden waarom ik hier zit, is ik ben onderwijsmanager van de opleiding informatica, maar ook medeoprichter van de specialisatie van die opleiding forensische ICT. Ik ben het een beetje vreemd eentje in de cybersecurity nest, zeg maar. Die opleiding die hebben we nu alleen voltijds, die specialisatie, vanaf volgend jaar gaan we hem ook duaal aanbieden. Zodat ook mensen vanuit het werkveld daar gebruik van kunnen gaan maken. We zijn ook bezig met een toegepaste master op dat gebied te ontwikkelen. Zodat ook mensen ook daar weer door kunnen studeren. Dit zijn een paar voorbeelden waarin ik wil aangeven dat ook wij daar wel mee bezig zijn. We zijn ook bezig met gewoon moduleonderwijs. Sterker nog, dat hebben we al gedaan. De afgelopen jaren hebben we een paar honderd medewerkers van de FIOD onder andere opgeleid. Op het gebied van herkennen en vastleggen van digitale bewijsplaatsen. Sterker nog, we hebben zelfs vanuit Deloitte hebben we in het verleden zelfs consultants bij ons gewoon in de klas gehad. Samen bij de studenten, de voltijdstudenten. Gewoon heel simpel, omdat ze heel eenvoudig... Ze wilde Python leren. Nou, hartstikke goed. Prima. Kom erbij zitten, zei ik toen. Ja, als het er niet te veel worden. Maar goed, als alle werkgevers van Nederland dat gaan doen, ja, dan moeten we toch iets structureler gaan aanpassen, want dan heb ik te weinig stoeltjes. Hoewel het nu online, heel eerlijk gezegd, de corona heeft ook een voordeel gebracht. We hebben veel dingen online moeten maken van het onderwijs, alhoewel het meest van ons onderwijs dat al was. En dat maakt ook dat we het ook veel contextlozer kunnen maken en daardoor weer geschikt voor die arbeidsmarkt. Dus ik denk in die zin dat we wel op de goede weg zijn, maar daar moet nog zeker veel gebeuren. Een van de problemen daarbij is natuurlijk ook van, ja, en wie doseert dan weer? Ik denk dat je dat vooral samen moet doen. Dat je samen moet zoeken naar
Dus samen met werkgevers wil ik daarmee zeggen. Want die weten ook wat er gedoseerd moet worden. Ook zij hebben de experts voor een deel in huis. En samen kunnen we elkaar ook weer opleiden. Ik zit eigenlijk, om even op de achtergrond. Ik zit er, op mijn achtergrond zie je een tekening. En die is gemaakt bij de oprichting van ons lectoraat Digital Forensics and E-Discovery. Waarin wij eigenlijk pleiten voor een ecosysteem, eigenlijk een omgeving, en dat wil ons lectoraat zijn, waarin we onderzoek doen samen met dat werkveld, samen met die overheid, samen met het publiek, naar de thema's cybersecurity, forensische ICT. En dat we samen ook die kennis delen. En ook daar is soms nog wel eens een wereld te winnen. Dat soms toch ook wel eens kennis achter het ene bureau verstopt blijft. Soms om heel duidelijke redenen, veiligheidsredenen, bedrijfsgeheim redenen, die begrijp ik. Maar soms ook om hele sullige redenen. En daar kan een ander weer niet gebruik van maken. En ik denk dat dat vooral voor ons de opdracht is de komende jaren. Dat we met elkaar dat leren ook vorm gaan geven. Dankjewel. Samen was het kernwoord dat ik hoorde. Inderdaad, je was me te snel af. Ik zou zeker een vraag hebben gesteld over de achtergrond, maar jullie hebben een gezamenlijk thema volgens mij. ik ben daar straks benieuwd hoe nummer drie dat gaat doen. Ja, mooi. We gaan Tineke gelijk vragen om ook erin te komen en... Dank je. Ah, daar hebben we er al. Tineke Netelenbos, voorzitter ECP, lid van de Cybersecurity Raad. En jij gaat het hebben over het perspectief van de mogelijke rol van de overheid in het promoten van lifelong learning. Nou, als ik het net zo hoorde, dan is het eigenlijk al in kannen en kruiken. Wat is je eerste reactie op de verhalen van daarnet? Ja, dat zijn natuurlijk prima verhalen. Maar ik wil beginnen met de term een leven lang leren. Die term die is eigenlijk gestart al in de jaren 70. Hè. Toen was ik ook al actief in het onderwijsveld. En dat is eigenlijk nooit heel goed een succes geworden. En dat maakt ertoe dat we denken, je kunt misschien beter praten over een leven lang ontwikkelen. Hè, als je een beroep hebt, dan kan iedereen begrijpen dat beroep niet over decennia lang op dezelfde manier kan worden uitgeoefend. Dat begrijpt iedereen. En dat wanneer je je baan wilt houden of perspectief wil houden op een baan, dat je moet ontwikkelen. Maar heel veel Nederlanders hebben een niet zo prettige annotatie met leren. Dus het is beter om een andere term te gebruiken. En dan gaat het om bijblijven in je beroep. En in de cybersecurity sector is het natuurlijk sowieso duidelijk dat er zoveel ontwikkelingen zijn, bijna dagelijks, dat je wel bij moet blijven, wil je relevant zijn in je beroep. Maar dat geldt ook in andere sectoren, want 70% van de IT-banen bevindt zich eigenlijk buiten de IT-sector als zodanig. He, dus eigenlijk in ieder bedrijf tegenwoordig heb je IT-skills heb je nodig. Dus dat betekent dat we daar echt alert op moeten zijn dat die er ook zijn. Nou, het is zo dat het aantal studenten dat IT wil studeren neemt enorm toe. Vorig jaar waren dat 24.000 studenten. Dat is dus best heel erg veel. En vanuit de Cybersecurity Raad hebben we ons vreselijk druk gemaakt over het feit dat met name in de beta, aan de beta-kant van de cybersecurity opleidingen er plotsklaps sprake was van een numerus fixus. En toen dachten, hoe kan dat nou toch bestaan? Hè? Dat je doet campagnes bij jongeren van kies exact en ga een technisch beroep kiezen. En dan doen ze dat. Hè? Ze luisteren heel goed, de jongeren. En dan vervolgens is er sprake van een numerus fixus. Dat had onder andere te maken met het feit dat er te weinig docenten zijn. En we hebben dus met de Cybersecurity Raad, hebben een onderwijscommissie waar ik dan voorzitter van ben, hebben we ook met de minister gesproken en gezegd, het bedrijfsleven wil best helpen om ook te doseren in het hoger onderwijs. Maar dan moeten we dat zo organiseren dat we geen onredelijke eisen stellen aan de mensen die dat willen doen. En dus bijvoorbeeld niet dat je gepromoveerd bent, want dat is natuurlijk niet altijd het geval wanneer je in het bedrijfsleven werkt. En dat het ook zo is dat het bedrijfsleven zich dan wel langdurig committeert en ook niet bezig is om studenten al, voordat ze überhaupt afgestudeerd zijn, al te verleiden om in het bedrijf te komen werken. Dat komt allemaal voor. Dus dat maakt dus dat goed georganiseerd moet worden. Nou, dat is een proces wat eigenlijk heel traag van de grond komt. Omdat je hebt eigenlijk een soort platform nodig waar mensen
uit het bedrijfsleven zich kunnen melden en waar hogescholen en universiteiten weten, en ook mbo-instellingen, van daar kan ik terecht om te weten of daar iemand is die mij kan helpen om docent te zijn. Dus daar hebben wij ons vreselijk druk over gemaakt. En binnenkort hebben we ook een gesprek weer met de VSNU om te kijken of het mogelijk is dat zij die rol gaan vervullen. Want te weinig docenten, dat kan toch niet een argument zijn om te weinig professionals op te leiden. Het is ook zo dat je hebt in het kader van de Human Capital Agenda van de topsector ICT, waar ECP ook bij betrokken is, er zijn er ook heel veel initiatieven die met name regionaal zijn, om te kijken hoe je samen met overheid en bedrijfsleven kunt kijken hoe je meer mensen opleidt in de IT-sectoren / cybersecurity-sectoren. En daar ligt nu een programma voor 4 jaar... waar een bedrag aangeplakt is van 80 miljoen... en we hopen dus ook dat de overheid bereid is om dat te geven. En een ander goed voorbeeld vind ik het programma van de Hogeschool Amsterdam op initiatief van de Economic Board van Amsterdam. Dat programma heet Make IT Work. En dat is een programma voor universitair geschoolde jongeren die een beroep hebben gekozen waar geen werk in te vinden is. Maar die hebben wel een master. En dat maakt dus dat de jongeren vrij snel omgeschoold kunnen worden in combinatie met scholing. En ook het koppelen aan een bedrijf. En dat is een heel succesvol programma. Zelfs zo succesvol dat ook de Europese Commissie dat nou een schoolvoorbeeld vond van, ja, zo moet je het doen. Want je ziet ook dat relatief veel vrouwen ook kiezen voor zo'n traject. En dat is in deze sector sowieso natuurlijk een ontwikkeling die gepromoot moet worden. Nou, tot slot. Ik denk dat de mindset van De digitale wereld en alles wat daar annexed is, dat start natuurlijk toch in het basisonderwijs. En wij hebben ook vanuit de Cybersecurity Raad ons heel erg druk gemaakt over het nieuwe curriculum, waar digitale geletterdheid ook op de agenda zou moeten komen. Nou, dat loopt ook niet echt heel erg slagvaardig, helaas. En dat is jammer, want je zou toch denken dat nu het zo is dat iedereen door de digitalisering eigenlijk toch redelijk door deze gezondheidscrisis heen komt. Op uitzondering, ja, waar dat niet kan natuurlijk. Dat de urgentie daarvan echt wel is aangetoond. Maar het curriculum is nog niet herzien. En daar kan je toch niet te lang op wachten, lijkt mij eerlijk gezegd. Dus dat is ook nog een belangrijke zaak. Zo, van mijn kant, tot zover. Interessante punten. Ik zit al met een hoop vragen, maar daar ga ik inhouden. Want ik wil graag eerst de reacties, een rondje reacties hebben op elkaar van de drie panelisten. Dus ik ga het weer gewoon in dezelfde volgorde doen. Inge, je hebt nu 2 verhalen gehoord van Jos en Tineke. Sluit dat een beetje aan op jouw visie? Of zeg je van, nou, je zit er helemaal naast? Ja. Nou, ik zou natuurlijk omwille van het debat een enorme knuppel in toen nog willen gooien. Maar we zitten wel op een. Ik denk dat we enorm op één lijn zitten. Als ik kijk naar Jos, kijk, het leren. Eigenlijk zeggen we daarmee, hoger onderwijs hoeft niet naadloos aan te sluiten op een werkomgeving. Sterker nog, dat is niet waar je naar moet streven. In hoger onderwijs heb je specifieke dingen over te brengen en dat doe je daar. En in het bedrijf leer je dan weer andere dingen. Neemt niet weg dat we inderdaad moeten zorgen dat wij voldoende docenten ook moeten blijven leveren. Dus wij leveren natuurlijk scriptiebegeleiders. Ik denk dat dat een belangrijke taak is voor heel veel bedrijven. Is dat dat studenten bij ons kunnen komen afstuderen en een scriptie schrijven. Maar we moeten ook, denk ik, inderdaad wat meer in de klas staan. Dat is wel een ding. Dat kunnen we. Ik denk heel veel mensen doen dat. Ik doe dat zelf ook. Dus daar, het is ook heel leuk. We hebben ook een belang, want wij werven natuurlijk weer bij universiteiten. Dus daar kunnen we misschien nog wel een stap verder zetten. Maar het meeste zou ik willen reageren op wat Tineke zei. Dus ik ben echt uit het hart gegrepen over het basisonderwijs. En we hebben het hier over met name hoger onderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt. Maar de mindset wordt gecreëerd in het basisonderwijs. En ik ben daar net als jij ook. Ik heb geprobeerd om daar ergens een voet tussen de deur te krijgen. En ik weet dat NCSC dat ook heeft geprobeerd. En het is niemand gelukt om echt een verandering teweeg te brengen. Of zeg maar een invloed te krijgen op de curriculumherziening die nu gaande is ten aanzien van het basisonderwijs. Martineke, heb jij eigenlijk voor jullie allebei de vraag. Zien jullie een kans, is er iets wat we nog niet hebben gedaan om daar toch naar binnen te komen? Of zie je een mogelijkheid om daar toch nog een tijd te keren?
Nou, van mijn kant, wij zijn wel betrokken geweest bij de discussie over het nieuwe curriculum. Met heel veel partijen overigens. En ook van de kant van de werkgevers, maar natuurlijk ook van het hele veld lezen en schrijven. Allerlei actoren zijn betrokken geweest bij het nadenken over de vraag, wat moeten jonge mensen anoniem nu kennen en kunnen? En het lastige is dat er is in Nederland door allerlei omstandigheden enorme huiver om het curriculum te herzien. Ja. Maar iedereen kan zien dat het nodig is dat jonge mensen voorbereiden op hun samenleving. En dat je ook de dus en de don'ts in de digitale wereld wel aanleert. Want iedereen denkt wel dat de jongeren zo vreselijk behendig zijn, maar ze lopen ook veel risico's. En je zult ze dus wel goed moeten opleiden. Nou is het zo dat het Kamerdebat gaat moeizaam, maar SLO, dat is dus de Stichting Leerplanontwikkeling, is nog wel steeds bezig om het uit te werken. Dus ik heb nog steeds wel goede hoop dat uiteindelijk Nederland ook wel ziet dat dit niet een hobby is van een paar mensen, maar dat het hoort bij de samenleving zoals die op het ogenblik is. Jos? Ja, absoluut. Het is een moeilijke. Ik denk dat waar je ook zou kunnen starten is natuurlijk bij de PABO. En wat wij al doen is, wij bieden zelf een minor aan, IT-educatie, dus vanuit de opleiding informatica. Goed. Waarin wij dus studenten de mogelijkheid krijgen om voor 30 EC, voor twee periodes lang, te leren om lessen te ontwikkelen en te geven op het gebied van IT. En dat doen onze eigen studenten soms al mee, maar ook gewoon van andere opleidingen. En wij proberen daarmee ook de PABO over de streep te krijgen, zeg maar. Ik heb ook wel in het verleden al wel wat gesprekken met mijn collega's daar gevoerd om eens te kijken, kunnen we dat nou niet wat nauwer doen, die samenwerking? Want ik denk, als je daar begint, gewoon heel simpel bij die onderwijzer voor de klas, die de nut en noodzaak inziet, dat je het dan veel sneller bereikt dan dat je heel formeel een curriculum gaat aanpassen. Dat is wat ik al hoor, dat is blijkbaar een moeilijk proces. En daar, er is allerlei weerstand vaak tegen. Maar degene die voor de klas staat, dus die ziet van, dit is eigenlijk nodig. Dan gaat hij het vanzelf doen, denk ik. Dus ja, het zou ook een weg kunnen zijn. Is aanpassen van de opleiding op de PABO, kan dat als het curriculum dat niet toestaat? Weet jij dat? Of zou er dan tegenwerking komen van, we hebben geen tijd, we hebben geen geld. Dan kunnen we niet dit ook nog eens even erbij gaan leren. Want je moet wel beseffen natuurlijk op de PABO, er worden steeds meer dingetjes bijgeschoven. Ja. En als het niet in het curriculum staat, dan... wat dan? Het is misschien wel zo dat daardoor de PABO aantrekkelijker wordt voor jongens. Hè? Want heel veel jongens vallen uit de PABO na het eerste of tweede jaar, omdat ze dat knip en plakken, zoals ze dat dan noemen, niet zo leuk vinden. Klopt. En wanneer je zeg maar een soort specialisatie biedt, waarbij ze de basisscholen straks, als ze afgestudeerd zijn, kunnen helpen om die ontwikkeling op gang te zetten. Ik denk dat dat heel erg goed is. Neemt niet weg dat ik weet uit het verleden dat als je een enthousiaste PABO-afgestudeerde op een school krijgt en de rest wil niet, dat het heel erg moeilijk is om tegen dat idee van zo doen we dat hier niet op te boksen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel goede scholen, want het klinkt allemaal een beetje treurig, maar er zijn ook heel veel enthousiaste scholen, maar er zijn er ook die vinden niet dat het tot een kerncompetentie hoort. Ik denk dat een goed idee is. Onze PABO heeft dat ook gedaan met sport. Zeg maar een speciale sportrichting. En in één keer hadden we 30% mannen op die opleiding zitten. Ja, dus waarom zou je het niet kunnen proberen met een IT-gerichte variant? Zeker een goed idee, die ga ik zeker meenemen. Ah. Ja. Ja, ik vind het een hele mooie input, hoe je met behulp van gendermixing en equality allebei de problemen in één keer kan oplossen. Een heel mooi voorbeeld van positief denken. Dus ik gooi er weer even een negatieve in om je toch een beetje op gang te helpen. Zowel voor de PABO geldt dat feitelijk als voor latere opleidingen. Jullie geven aan, Jos zegt digitale autonomie is een tegenhouder. We moeten dit samen doen. En Inge zegt van, wij geven ook les. Maar ik weet ook dat er bij de
bij de bedrijven vaak sprake is van, ja, maar we hebben het al zo druk en wat moeten we, we kunnen geen mensen vrijmaken en hoe moeten we nou precies, er moet wel wat voor ons inzitten. Maar dan zegt Tineke weer van, ja, maar ze moeten ook weer niet te snel onze studenten wegpikken. Hoe lossen we dat op? Die eeuwige tijdsdruk, het niet genoeg krijgen van genoeg onderwijsaanbieders. Is daar een mix te verzinnen waarin we met z'n allen verder kunnen? Laat ik beginnen met het even bij Jos neerleggen. Ja, dat herken ik wel trouwens. De waan van de dag die dan toch soms wel overheerst en die best wel moeizaam is. Bij de hybride docent, zoals we dat dan noemen. En niets ten nadele daarvan. Er is voor een deel ook niet alle taken kunnen altijd bij de hybride docent worden neergelegd. Dus het is nog niet ik vind het niet een toverwoord. Dat moet het ook niet zijn. Ik denk dat met name als er heel specialistische expertise is, dat het heel goed werkt. Mijn collegevoorzitter zei van, ja, eigenlijk proberen wij mensen voor morgen op te leiden met de kennis van gisteren en vandaag. En dat is best wel lastig. En dat is wat ik net bedoelde. Soms zie je bij de bedrijven al even het stapje, het vooruitzicht naar morgen. En het zou fijn zijn als iemand dat nou eens kan brengen. Ik denk toch maar ik denk wel tot eruit te komen is. Want heel eerlijk gezegd, in het verleden heb ik ook al veel met hybride docenten gewerkt. En dat werkt gewoon eigenlijk best wel goed. Maar, ik denk dat het probleem met name zit bij promovendi. Ja, dat is lastig. Ja. Want zeker het trekken aan, zeg maar het vroegtijdig wegtrekken van studenten, dat herken ik niet zo. Want wij willen dat, ja, heel simpel. Wij moeten uiteindelijk cv's verkopen aan klanten en dan moet gewoon afronden master op staan. En daar, dus dat vind ik niet zo'n zorg. Ik denk dat wij prima in de verschillende vakgebieden docenten kunnen leveren en dat ook wel doen. Ik kan me voorstellen dat dat voor kleinere bedrijven lastig is, want ik zie inderdaad best wel eens op de appgroep bij ons, we hebben een appgroep met 220 man. En dan komt inderdaad wel eens voorbij, ik heb een college dan en dan staan, maar ik moet ook bij een klant zijn op hetzelfde moment. Kan iemand een college van mij overnemen met dit en dit is het onderwerp? Nou, en zo breed wordt die meestal niet uitgezet. En als een specifiek onderwerp is, dan gaat dat ook naar een specifiek groepje. Maar dat komt inderdaad voor. En in een groter bedrijf is het makkelijk op te vangen. En ik kan me voorstellen dat het in een kleiner bedrijf lastiger is. Dat je dan wat sneller knel komt te zitten. Maar in principe is dat wel een vraag waar we aan kunnen voldoen. Het wordt lastiger bij promovendi. Ik heb zelf geprobeerd, echt, Jan-Piet weet het ook wel, we hebben echt zitten steggelen van hoe kunnen wij nou vanuit Deloitte een promovendus aannemen. En dat bleek van twee kanten niet te werken. Eén, omdat dan inderdaad de druk op de agenda te groot wordt. Omdat je dan iemand hebt die inzetbaar is en volledig opgeleid en nog verder opgeleid wil worden. Maar de inzetbaarheid maakt dat dan het wel heel erg trekt. Als hij specifiek iets kan waar een klant om vraagt, dan zeg je als werkgever al gauw, ja, maar dan willen we je 4 dagen per week hierin. En dan mag je 1 dag in de week een promotieonderzoek werken. En dat werkt niet. En andersom, een collega van mij is weggegaan om bij de TU Eindhoven te promoveren, omdat hij zei, mijn hoofd moet vrij zijn. Ik kan niet ook nog bezig zijn met werk, al is het maar 1 dag in de week. Dus wat hem betreft was er ook geen balans te vinden. Dus ook niet andersom. Ook niet als we zeiden, je komt 1 dag in de week werken en de rest van de tijd wijd je aan je promotieonderzoek. Waar dat op zijn vakgebied, cryptografie, prima had gekund. Want cryptografie is niet iets waar we, weet je, waar je vol tijd voor bij een klant zit. Zeer specifieke gericht in te zetten kennis. En, dus daar zit denk ik met name een probleem. Maar we zouden zeker, ik denk dat Cyberveilig Nederland daar een rol in zou kunnen spelen. Dat is natuurlijk de brancheorganisatie die sinds 2 jaar bestaat. Wij zouden best een pool kunnen maken van op dit soort onderwerpen kan die college geven. We kunnen die pool best wel maken, denk ik. Ja. En ook college geven natuurlijk, niet alleen aan de huidige student, maar ook aan de werknemer die bijleert. Want Daar begonnen we met in het. Dat doet iedereen denk ik op zijn eigen manier. Want ik denk dat iedere werkgever, en daar zoeken medewerkers en werkgever ook wel op uit. Van mag ik ieder jaar naar een SANS-cursus of niet? Hoe hoog zie je het opleidingsbudget? En dan als het minder is dan 2000 per persoon, of eigenlijk minder dan 5000, dan vinden ze het al niks. Hè? Want een beetje SANS-cursus zit je daar al aan. Maar wat wij met name doen is intern opleiden. Ik denk dat iedereen dat doet. Dus ik weet dat Fox het ook doet. We hebben gewoon een interne academie waar we elkaar opleiden. En dat vind ik ook, weet je, om terug te komen op het vorige onderwerp, of dit onderwerp,
een leven lang ontwikkelen, zoals Tineke dat zo mooi zegt. Daarbij hoort ook kennisoverdracht. Dus niet alleen het consumptieve leren, maar ook het uitleren. Dat is het mooie ervan, namelijk bijdragen aan andermans ontwikkeling. Want daar ontwikkel je zelf ook van. Ja. Dus ik heb mijn CISSP, wat is het? Certified Information Security, Information System Security Professional. Dat certificaat heb ik zelf gehaald door getraind te worden door mijn eigen collega's. Pay it forward, zoals ze het noemen in het Engels. We hebben ondertussen vragen binnengekregen van via YouTube. En ik wil toch een paar doorgeven. Matthijs vraagt... het is bij mij niet bekend, dus ik weet niet hoe ik het uit moet spreken. Is het NICE framework of NICE framework in Nederland bekend? En hoe verhoudt de Nederlandse aanpak zich ten opzichte van dit framework? Ik denk dat we eerst aan Tineke moeten vragen of het bekend is. Geen idee. Er kwamen wel verderop een paar positieve reacties. Wat Inge zei met betrekking tot het basisonderwijs daar prima in past. Inge, ken jij het NICE framework? Ja, ik zit er net. Volgens mij is het een soort. Het is het framework waarin verschillende rollen, volgens mij, zeg maar alles wat je kan doen in cybersecurity een beetje staat. Het is jammer, want dat heeft hij natuurlijk niet bijgezet. En even gauw opzoeken zit er niet in. Dus dan moeten we even erop houden dat het niet bekend is. Het is een blueprint to categorize, organize and describe cybersecurity work. Ja, precies. Ja. Dus dat is eigenlijk een soort vertaling van wat voor diensten lever je en wat voor activiteiten hangen daaronder. Ja. We hebben geprobeerd om zoiets voor Nederland te maken een keer. En dat om daar een kwalificatie aan te geven. Dus onder voorzitterschap van de Hague Security, dat altijd destijds gebeurt. Met de 4-5 grootste securitybedrijven. En dat is niet gelukt, want het werd meteen gezien als een soort kartelvorming of zo. Dus dacht ik, nou, daar gaan we niet aan beginnen. Ah. Maar dit is, ja, je kan dit gebruiken om een soort indeling te maken. Ja. Maar het is ook wel bekend. Ja. Ja. Mag ik nog even reageren op wat Inge zei over dat platform? Ik denk wel dat het belangrijk is dat er snel iets gebeurt. Want als je kijkt naar de afspraken die nu zijn gemaakt over het steunen van bedrijven, de komende tranche die nu aan de orde is vanuit het kabinet, dan zit daar ook een heel groot scholingsdeel bij. Dus dat mensen moeten worden omgeschoold naar een beroep waar wel werkgelegenheid is. En dat is bij uitstek natuurlijk deze sector en deze sectoren. En als je kijkt naar dat Hoekstra-Wiebes-fonds, waar het gaat om het investeren in belangrijke zaken, waardoor Nederland naar de toekomst toe gewoon zich sterk economisch kan ontwikkelen, dan gaat dat daar ook voor. En dan zou het triest zijn wanneer we te weinig docenten hebben om dat allemaal te realiseren. Dus we zullen echt met elkaar heel creatief moeten zijn om te zorgen dat linksom of rechtsom we mensen hebben die kunnen doseren aan jongeren die in deze sector willen werken. Ja, mooi. Ik zit even als afsluitende vraag daarbij te denken. Ik zat terug te denken aan het vorige panel. Van, moeten we dit nou eigenlijk wel als Nederland willen oplossen? Of moeten we dit in Europees verband aanpakken? Of moeten we ook hier een soort van digitale autonomie pakken en zeggen van, nou, we moeten dit hier gewoon zelf op orde hebben? Wat is, laat ik weer beginnen met Jos. Moeten we het in Leiden worden opgelost? Moet het in Nederland worden opgelost? Of kunnen we dit Europees aanpakken? Ik denk dat je het op alle drie de vlakken moet oplossen. Het is wel grappig dat je het vraagt. Ongeveer een jaar geleden heb ik om tafel gezeten met een stuk of 15, 16 universiteiten en hogescholen in Europa. Juist om te praten om een samenwerking op het gebied van dit dan heel specifiek op onze niche. Referentie ICT, om samenwerking in die scholing. Juist ook weer om de kennis die we hebben allemaal aparte expertise, te kunnen delen en dus overal te kunnen gebruiken. En ik denk dat je dat in Nederland ook moet doen. Hè. Ik hoorde toch nog even op Inge reagerend. Hoorde ik haar zeggen van wij leiden intern mensen elkaar op en Fox IT doet dat ook en PwC doet dat ook. Toch zie ik daar nog wel een win-situatie. Dat je misschien ook elkaar een beetje kan opleiden. Want het is niet allemaal bedrijfsgeheim wat je staat te vertellen. Zeker niet. Zeker niet. Dus als we daar nog een win zouden kunnen maken, dan gaat kennis ook veel sneller rollen.
Dat is wel een goed punt. Maar ik denk, om eerlijk te zijn, en niet om het tegen te werken, maar het volume is gewoon te groot. Het is een enorme vraag, juist naar al die basiscursussen. Dus ik denk dat we dat binnen bedrijven zeker moeten blijven doen. Tuurlijk. Al was het maar om de kosten te drukken. Maar ook omdat we willen met elkaar leren. Dat is ook volgens mij de grootste aantrekkingskracht van grote cybersecurity bedrijven. Mensen komen in dienst omdat ze van elkaar willen leren. En ze komen niet in dienst omdat ze elders allemaal cursussen willen volgen. Je zou dus daar iets van meer, je zou daar iets van eenheid in kunnen brengen. Maar de vraag naar de basiscursus is zo enorm groot dat je het allebei moet organiseren. Je moet het ook in de basis in je eigen bedrijf voor elkaar hebben. En dan kan je ook nog elkaar helpen. Maar om het volume aan te kunnen, moet je het gewoon echt op de vierkante meter ook organiseren. Ja, we moeten langzaam naar de afsluiting. Maar ik wil graag over Europa. Ja. Mag ik geef aan jou de laatste woorden dan. Over de Europese samenwerking. Want in de Cybersecurity Raad is vaak aan de orde geweest het feit dat hele goede universitaire docenten of hoogleraren worden weggekocht vanuit Europa. Dus ik denk dat roepen van dat kunnen we Europees in samenwerking doen, dat de praktijk laat zien dat dat zomaar niet kan. En dat Nederland dus zelf moet zorgen dat ze voldoende gekwalificeerde docenten heeft en dat ze ook bereid moet zijn om die te willen houden. En als Duitsland, want dat werd dan als voorbeeld genoemd, die docenten wegkoopt, dan moeten wij daar een tegenstrategie tegen ontwikkelen, want anders loopt dat zomaar niet goed af. En daarmee komen wij weer terug op het onderwerp van het eerste panel. En hebben wij geen van beide panels tot een volledig einde. Dat had ik ook wel verwacht. Het is een kwestie van wordt vervolgd natuurlijk. Ik heb hele mooie onderwerpen van jullie gehoord. Hele mooie inschattingen. Merendeel eens. Hier en daar scheurt het ook wel. En dat zijn de plekken die we natuurlijk mooi vinden. Want daar kunnen we uiteindelijk vooruitgang boeken. Ik wil Inge, Jos en Tineke hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid in dit veel te korte panel. Wij gaan verder. Dank jullie wel. Wij gaan richting het einde van het symposium. En ook richting het einde van Decipher in zijn huidige vorm. De missie van Decipher gaat natuurlijk gewoon door. En daarom wil ik toch nog eventjes Jan-Piet hier aan tafel vragen. En niet alleen daarom trouwens, maar ook omdat ik nou eindelijk wel eens wil weten hoe dat nou zit met die raket. Jan-Piet Bartel. Dankjewel, Peter. Dan is nu het moment gekomen waarop ik uitleg ga geven waarom deze raket hier al de hele middag op de tafel staat. Nou, deze raket symboliseert de cyberspace missie die Decipher van 2016 tot en met 2020 heeft vervuld. Deze raket die kreeg ik op 2 november 2015 uit handen van Dick Schoof, toen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Die overhandiging markeerde het moment waarop ik begon als kwartiermaker van het platform, waarvoor later de naam en het beeldmerk Decipher gekozen werd. Vanaf deze datum staat deze raket ook op mijn bureau, thuis in mijn werkkamer. Opeenvolgende ruimtemissies krijgen altijd een volgnummer. De Sputnik 2 volgde op de Sputnik 1. De Apollo 9 was het vervolg op de Apollo 8. Ook in de Saturnus, de Explorer en de Soyuz ruimtevaartprogramma's werd elke missie met een volgnummer aangeduid. Als dat nou ook voor cyberspace missies geldt, komt er na Decipher 1 nu Decipher 2. Een nieuwe missie, maar onderdeel van hetzelfde grote nationale cyberspace programma. Oftewel een missie die de resultaten en de verbeteringen die voortkomen uit die Decipher 1 missie ten volle gaat benutten. Het beeld en zelfs de muziek, ik weet niet of u het gehoord hebt, Mr. Blue Sky, die wij voor dit symposium hebben gekozen, vraagt ook enige uitleg. We zien op deze dia een lange, rechte weg onder een blauwe hemel. Je kunt ver kijken. Op een weg zonder afslagen kun je verder komen. De kortste weg tussen A en B is immers een rechte lijn.
En zo ging die cijfer recht op zijn doel af. Zoals in de subsidiebeschikking beschreven. Natuurlijk kwamen er ook wel eens beren op die weg die we onderweg tegenkwamen. Daarvoor moesten we soms op de rem staan. Onduidelijkheden over de positie van onze onderwijsagenda, het effect van de verkenning op het decipherbureau enzovoort. Maar dat alles weerhield ons er niet van om koers te houden, weer gas te geven, door te gaan, vooruit te kijken, tot en met aanstaande woensdag. Het Decipher Ground Control Cyberspace Mission Center, een hele volle mond vol, dat ligt er vanwege COVID-19 al maanden enigszins verlaten bij. Op de cartoons aan de wand zijn onder andere Lokke Moerel en Maarten Kamps herkenbaar, die op een eerder Decipher Symposium spraken. Dit Control Center was beschikbaar gesteld door NWO, het zenuwcentrum van het Decipher projectbureau. Hier werd door een zelf en elkaar motiverend team keihard gewerkt. Gebrainstormd, maar gelukkig ook veel gelachen en successen gevierd. Aan de missie van Decipher One komt op 1 oktober een einde. De Decipher website, spreekbuis van de community, blijft in afgeslankte vorm nog een poosje bestaan. Bezoekers zullen zo duidelijk mogelijk verwezen worden naar de nieuwe cyberspace missie. We laten het Decipher erfgoed netjes achter, zowel fysiek als digitaal. Aan mij is gevraagd om ook beschikbaar te blijven, eventuele vragen te beantwoorden van het nieuwe platformbureau. Ik kan het niet laten om hier alvast een paar tips te geven. Beschouw het maar even als een korte preek van 4 punten. Een cybersecurity platform is geen zelfrijdend ecosysteem. Soms moet je eraan sjorren en trekken of bijsturen. Soms moet je het, net als een plant, water geven om het te laten groeien. 2. Het bewaken van de neutraliteit en onafhankelijkheid is cruciaal voor behoud en vergroting van het draagvlak. 3. Alle schakels van de kennisketen zijn bijzonder belangrijk. Maar de Cybersecurity Next Generation Scientists verdienen de nadrukkelijke steun van het nieuwe platform. Neem ze mee in de ontwikkeling van de volgende NCSRA, Research Agenda. 4. Vind bestaande wielen niet opnieuw uit, maar laat ze effectiever draaien. De aandrijfstang verbonden met de 4 wielen van de stoomlocomotief, dat wil zeggen overheid, onderzoek, hoger onderwijs en bedrijfsleven, zorgt voor een gezamenlijk voortrollende beweging. In de ruimtevaart worden astronauten na een geslaagde missie en terugkeer op aarde als helden ontvangen. Nederland mag niet achterblijven op Duitsland. Als zelfs schapen die de Rijndijk in Duitsland onderhouden en daarmee het achterland behoeden voor overstromingen, erkend worden als dijkhelden, geeft dit mij het recht ook een paar cyberhelden achter de Hollandse digitale dijken te noemen. Nederland kent vele cyberhelden. Daaronder zitten topwetenschappers. Denk maar aan de onderzoekers die vandaag hun paperpresentaties hielden. Of de experts in de 2 fantastische panels waar we net naar hebben mogen luisteren. Maar ook in het Decipherbureau werken cyberhelden. Geheel passend bij de RIVM-richtlijnen kwam het bureau van Decipher vorige week nog eenmaal in volle omvang, uiteraard
virtueel bijeen. Een afscheidszoom. Met dank aan Astrid, Fred, Jules, Karin, Melanie, Naomi en Nicolas. Het is uiteindelijk allemaal mensenwerk. Ik wil nog een paar namen noemen. Het toenmalige ministerie van Veiligheid en Justitie. We hebben daarna de namen omgedraaid. Ik drukte in 2014 op de bel bij dat ministerie. En er werd opengedaan. Ik ben de NCTV dankbaar dat ik de opdracht kreeg die cijfer te bouwen. Zoals beschreven in mijn inrichtingsplan. Ik ben MBO erkentelijk dat ik dit mocht doen en kon blijven doen na een transitie van de MBO-organisatie zelf. Veel dank ben ik verschuldigd aan de adviesraad. Heel speciaal wil ik hier noemen Wim Hafkamp en vicevoorzitter Dick Brandt. Vertrouwen en vriendschap zijn sleutelwoorden. De adviesraad was de legitimatie van de doelstelling van Decipher. De verbinding met het veld. Trouwens, terugkomend op opeenvolgende cyberspace missie en de Decipher overdracht, die raket op tafel, die hou ik zelf. Het is geen cyberspace shuttle die voor hergebruik geschikt is. Het nieuwe platform heeft zijn eigen missie, ontwikkelt een eigen koers en heeft een enigszins aangepaste doelstelling. De Decipher One raket landt weer op mijn bureau. Om mij nog vele jaren te laten herinneren aan een buitengewoon leerzame cyberspace mission. Peter, heel hartelijk bedankt voor jouw rol hier vanmiddag. En de weer prettige samenwerking in de aanloop hier naartoe. Het laatste Decipher Symposium. En aan allen die meekijken en meeluisteren, met velen van jullie hoop ik contact te houden in cyberspace. Rest mij het nieuwe platform van harte succes toe te wensen. Ik heb mijn rol met heel veel plezier vervuld en ik zwijg nu. Ik heb de behoefte om te applaudisseren, maar ik zou de enige zijn. Mooie woorden. Op de valreep is er nog wat binnengekomen. Dus voordat we het symposium echt helemaal gaan afsluiten met nog een paar mooie data die ik u wil meegeven. Nog even de dankwoorden van twee mensen die vanuit het interdepartementaal directeurenoverleg Decipher even heel kort een woordje willen doen. Jan-Piet, zou jij de eer willen geven om op de playknop te drukken? De volgende. Beste Jan-Piet, Jost Groot hier vanuit EZK. Ik ben helaas niet in de gelegenheid om vandaag bij het mini-symposium aanwezig te zijn. Maar ik wil je graag vanaf deze plek toch nog zeer hartelijk bedanken voor alles wat je hebt gedaan voor cybersecurity innovatie en het hele stakeholder netwerk in de afgelopen jaren, een reeks van jaren waarin veel werk is verzet, met een klein bureau, heel veel tot stand hebt gebracht. De summer school, de diverse agenda's, de activiteiten. Dus heel veel dank daarvoor en we gaan nu verder met wat jij bereikt hebt in een nieuw ecosysteem waar valorisatie ook nog wat meer aandacht zal krijgen. Maar dat kunnen we alleen maar doen door jouw kennis, jouw ervaring en jouw activiteiten ook mee te nemen in die nieuwe organisatie. En we zijn dan ook enorm blij dat jij de komende tijd ook bereid bent gevonden om jouw bijdrage nog te leveren. Die warme overdracht die zo belangrijk is ook te realiseren. En daar zijn we je zeer erkentelijk voor. Ik wens je een prachtig symposium toe. En zeker tot ziens. En heel veel dank. Dag. En dan hebben we ook nog Oscar Delnoos. Weer de vraag of jij even wilt klikken. Beste Jan-Piet, Oscar hier van OCW. Ik wil graag even stilstaan bij dit bijzondere moment. En de ironie is dat ik er vandaag niet bij kan zijn vanwege een gevalletje van cybersecurity. Ik wil je graag heel, heel hartelijk bedanken voor jouw jarenlange inspanningen voor Decipher. Ik overdrijf niet als ik zeg dat jij de drijvende kracht bent achter Decipher. Je hebt het jarenlang het voortouw genomen. En je was ook de grote verbinding tussen de Decipher adviesraad en de ministeries. Mede dankzij jou bestaat Decipher nog en hebben we het nu kunnen uitbouwen. Of gaan we het nu uitbouwen. En dat verdient oprecht veel lof.
Voor nu, het gaat je heel erg goed. Ik wens je alle goeds voor de toekomst. En ik weet zeker dat wij elkaar de komende jaren nog wel weer tegenkomen. Jan-Piet, bedankt voor alles en tot snel hopelijk. Het gaat je goed. Dag. En daarmee bereiken wij het einde. Als de klikker het nog één keer wilde doen. Ja, één te snel, één terug. Dat moet nog ergens fout gaan. Daarmee bereiken wij het einde van dit Decipher Symposium. Ik wil vooral ook de kijkers bedanken. Ik wil Decipher bedanken. De voorbereidingen hier naartoe zijn zoals altijd weer heerlijk samenwerken geweest. Maar wij zien elkaar weer, want er zijn nog allerlei andere congressen en bijeenkomsten. Morgen kunt u mij bijvoorbeeld weer zien op de One Conference. Maar ook 14 en 15 oktober, de kick-off van Intersect Towards an Internet of Secure Things. Dank allemaal voor 5 jaar support aan Decipher en tot ziens.